Piep. Ja, kijk, nou heeft u contact. Goedenavond, u bent bij Mike's Live Biljart Studio. Harry gaat 65 karambol spelen. Ik hou de score bij met biljartcomputer.nl met afstandsbediening. U kunt meegenieten van Harry's spel. Hij gaat 65 punten maken. Veel plezier bij deze bij dit spel. Eén. Nee, ja, lekker op. Jij? Ja. Wat mag ik was voor jou? Hier rechts voor. Oké. Okay. Twee. Drie. Eerste beurt. Vier. Vijf. Zes. Tweede beurt. Zeven. Acht. Derde beurt. Negen. Gouden tip krijg of niet? Ja, ik heb denk ik geen gouden tip krijgen. Jawel hoor. Deur van geel, hier naartoe. Ja, heel goed. Nou, je ziet hem al. Keurig. 10. 11. 5e beurt. 12. Doorschieten met heel veel rechtseffect. En dan rustig laten vallen, dat hij dat op zijn effect naar rood gaat. Veel zij-effect. Je gaat in ene zelfs. Nou, is ook mooi. Ja, is ook mooi. Ik dacht over band, maar... Heel goed. 13. Ik vond het een mooi balletje. Beetje hulp, maar hij gaat er mooi op. Beste bal.
Zesde beurt. Zevende beurt. Veertien. Vijftien. Achtste beurt. Negende beurt. Zestien. Zeventien. Achttien. Oei, een beetje vet. Negentien. Twintig. Eenentwintig. Tweeëntwintig. Tiende beurt. Jammer, hè? Jammer, hè? Dat was net uit de koers. Dan moet je bij, hoor. 23. 24. 25. Beste bal, Harry. We kunnen nog allemaal soms. Dun. 26. 27. 28.
Elf de beurt. De balletjes, ja. Ja, maar alleen de balletjes. Elf de beurt. Negenentwintig. Dertig. Je ziet hem wel afwachten. Je ziet hem wel afwachten. 13e beurt. Je ziet hem wel afwachten, wat krijg ik? Nee, ja, echt wel. Laat me een filmpje maken. Laat me even terugkijken. Kom er snel. Daar zit het in. Ja, kom er snel. We gaan jou horen. Ik moet niet gaan naar horen, want dan gaat het niet doen. Even mijn stoppen. 14e beurt. Best. 31. 32. 15e beurt. 33. 16e beurt. Vijfendertig. 17e beurt. Dacht ik niet goed. Zesendertig. 37. 38. 39. 40.
Oh, die mis je gewoon, zeg. Oh. 18e beurt. ...41. ...42. ...43. 19e beurt. Dan moeten we zo dumpen. Ja, ja, jammer. Ja, joh. Dan zie je gewoon niet te veel op die tweede bal, weet je. Moet rustig doorgaan. Dat moet niet. Niks aan de hand. 44. 45. 46. Hoeveel nog heb ik? 2. 20e beurt. 47. 21e beurt. 48. 49. 50. 51. Ik zie je lachen, niet goed meer. Is het nou? Ja, ja, gaat goed. Ik zeg niks. Gaat goed. Dat is fout. Nee, goed. Gewoon, nee, mooi, mooi. Mooi raak, mooi raak, mooi raak. Ik mag eigenlijk niet lachen. Dat mag wel, hoor. Ja, 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 ja. God, god, god. Wat krijg je ervan? Wat krijg je ervan? Dat is niet zo moeilijk. 2, mijn schuld. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
59. De 23e beurt. Zestig. En nog vijf. Eenenzestig. En nog vier. Mooie bal. 62. En nog drie. Ja, hij zit er goed op. Ja. 63 en nog 2. 64 en nog 1. Mag je een serie afmaken? Nou, die is al af. Was het? Nou ja, goed. Vijf en zestig. Zes en zestig. Mooi hoor. Mooi. 66 voor Harry. Ja, goed gedaan. Goed gedaan. Keurig hoog. Ja. 23 beurten. Nu krijgen we Jan. Jan gaat ook 65 karambal spelen. Je ziet wat er allemaal gebeurt in het aantal beurten. Er zitten leuke momenten tussen. Mooie ballen tussen. Maar het eraan blijven, dat is nog een dingetje. Maar het is echt onder... met concentratie gespeeld. Oh, ik zat er lekker in voor mijn gevoel. Zeker weten. Maak een mooie balkjes goed op maat. Ja, mooi trekbal, mooi op maat. Ja. Nou ja, gewoon ruim nou, tegen de drie gemiddeld. Dus ik bedoel, dat doe je niet slecht. Dus voor het eerst dat jij een keer boven de twee komt. Ja, maar drie is gewoon bij ondergrens. Drie met ondergrens, Jan. Of weet toch iedereen komt, die gaan wij dan een potje samen. We krijgen nu Jan. Harry gaat even op de trainingstafel verder. We krijgen nu Jan. Zal... Pater, kijk. Bedankt, hè. Ik zal even de ballen poetsen. Paas, vier. Dus Jan, doe je best. Mooi potje, gewoon lekker spelen. Probeer gewoon lekker vrij te spelen. Mooi, ja. Nuchter, geen haast, gewoon lekker ballen. Nou, die deed het niet slecht. Een paar keer een beetje de afleiding, hè? Dat zie je dan. Ja, maar had ze liggen, hè? Had ze liggen, ja. Ja. Maar had ze zo mooi liggen? Dan gaat die, begint hij ook in die lachen. Ja. Maar hij had echt wel goede momenten ertussen. Kijk, als je die momenten dan een beetje weet uit te... Maar goed, dat... Nou, wel meer, hoor, geloof ik. Dat weet ik niet precies, maar...
Nou, succes, Jan. Matilla. Ja. Nou, met een bedrijf, 35. Kijk, nou, 1. Goed raak dan. 2. Vijf. Zes. Zeven. Eerste beurt. Tweede beurt. Acht. Negen. Derde beurt. Ja, dat was goed natuurlijk op zich. Ja. Dat wat te doen. Elf. Ik stel geen punt. Nou, dit is een 10 maat en half. Die vind ik ook niet, hè? Nee. Dit gaat zo niet. 12. Ik vind het even mooi hoor. Ja, ja, niet dat. Dat was heel graag doen, jongen. Echt. Mooi man. Ja, 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 ja. Ik blijf hier gaan staan. Maar als je alleen speelt, dan speel je veel. 13. Ja,
14. Oh. 15. 16. 17. 5e beurt. 6e beurt. Achttien. 19. 20. 7e beurt. 21. Oh, stop dit, niet stoten, piet. Dan niet. Helemaal. 22. 8e beurt. 23. 24. 25. 26. Zevenentwintig.
Perfecte bal. Oei. Negende beurt. Ja. 28, een hele mooie bal. Ja, helemaal lekker door. Contra. Drie banden. Moest hij toch? Ja, super. Leuk. Tiende beurt. Elfde beurt. Twaalfde beurt. Ja, ik wel een kijk missen, maar technisch is het een goede bal. Ja, daar ben ik niet voor. Niet voor de technisch, maar goed. 35. Maar niet goed, ik sta even in de lijn. Dat heb je wel goed gezien. 36. Deftig, Jan. Beste bal. 39. Veertig.
41. Drie en veertig. Mooi Piet. Zes en veertig. Tiende beurt. Niet dat die man de vissel. Ja, dat is de laatste die hij inderdaad op. Dat de kruip natuurlijk. Goh, dan komt die kleren maar. Jezus. Veertiende beurt. Niet zo hebberig, Jan. Ja. Keurig. 47. 48. Negenenveertig. Niet een achter. Vijftiende beurt. Zestiende beurt. Kom op, diep ademen. Ontspannen. En doorgaan. Eenenvijftig. Zeventiende beurt. Vijftig.
Kijk, Piet, moet ik zeggen. Mooi maat. Hé? Kom op, jongen. Blaas hem erop. Zal het niet maar aanwezen. Hou toch op, man. 18 uur. Dat was niet Jezus. Dat was niet slecht, Jan. Kom eens weg, de bal heb ik nooit zien. Oef. 53. Een emotie allemaal. Emotie. Maar goed geconcentreerd. Yes. 54. Jij hebt nog 41, dan ik het 30 heb, denk ik. Vergeet niet. Volgende pot. Zij Rustig zitten. 55. Hoe moet je nou? Ik ben best wel te dik. 19e beurt. Ja, ik geef ook niet zo weg. Nee, dat klopt. Dan geef je niet alweer. Een mannetje, ik ben een goede uitklub, die speelt onderdelen, die speelt elke zondag bij. Gewoon neem maar die klotenballen te krijgen, constant. Ja. Ja, dat moet ik maar uitleggen. Tjoef! Kom op, Jan, concentreren, nog 10. Ja, dan jij dat je eigen nog zo, joh. Je zit in midden in de partij, ga je lopen kletsen. Domme, ga je aanmoedig. Nederlands kampioenschap kan niks. Kijk, daar heb je al. 19e beurt. Nee, man. Zo goed bezig, kom op. Ja. Balletje van Mike. Ja? Ja, schilderen. Amorti, zegt Mike. Wat doet Mike? Yes, 56. Nog wel balletjes van Mike. Ja. Die vooral. Zeggen ze dan ook, bij jouw les? Ja, bij Mark zie je toch? '57. '58. '59. Zeg maar ik altijd. Speel hem gewoon goed. Nee, je hebt die tweede bal elkaar. Gek word je dan. Van mij mag je dat iedere keer doen. Dat snap ik. Ik weet het. Hey. Oh. 21ste beurt. Sorry. De 22e beurt. Kijk, 60. En nog 5. '23e beurt. 61 en nog 4.
62. En nog 3. Vierentwintigste beurt. Mooi, hè? Ja. Nou, toch gaat het wel goed, maar ja. Mijn handen jeuken. Geweldig dit. Ja, ja, ja. Jammer. Ja, het is jammer. 24e beurt. En nog 2. Kom op. Je mag een serie afmaken, hè? 64. En nog 1. Want. Vijfenzestig. Zesenzestig. Zevenenzestig. Achtenzestig. Negenenzestig. Zeventig. Noteren, 70. Oh ja, nou, knapper speel. Goed volgehouden. Ja. Veel werk, hè? Met biljart, hè? Zo. Prachtig. En onder die trekballetjes eigenlijk gewoon ja, niet er echt soepel op spelen. Allemaal een beetje hoog in de bal en flinker intrekken. Trekken? Hoog in de bal? Ja, je hebt veel... Ja. Je hebt veel te veel rammen, jij, man. Als je zo'n trekballetje hebt als dit, ja. Kijk, dan moet hij er gewoon netjes op natuurlijk. Ja. Dus dan moet je diep aan de bal. In de breedte had ik het vaak. Toch? Ja, oké. Okay. Want dan had ik hem oversteken. Maar met deze niet. Deze was netjes, toch? Ja, maar gewoon diep. Kijk, hij moet gewoon diep aan de bal en gewoon mooi weggedrukt worden. Kijk, zie je, je hebt een kets gemaakt en je hebt van alles boel gemaakt. Ik nog een glas water. Even rood, Jan. Maar dat diepe aan de bal, hè, dat... en gewoon rustig, 1, 2, 3, en tak. Ook kets. Oh, ho, 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 ho. We moeten wel krijt besmeren natuurlijk, hè. Oh, wat dik, man. Eén, twee, drie en stoot. Ja, zo moet het. Gewoon dat rustig, hè? Dat ken hij niet, dat is ben ik dat hij creepy. Nou, hij gaat op een gegeven moment gaat hij heel veel ballen erop stampen. Ja. Punten wil hebben. Ja. Maar dan kom je dus 1, 2, 3. Nee, 1, 2, 3.
Dan moet je maar eens kijken, als je dat filmpje bekijkt. Ja. Mijn van hem. Dan spelen we allebei tegen de drie. Dan moet je kijken wat een verschil aan spel. Ja. En toch, hij maakt wel harder dan hem, hij blijft die drie jaar. Maar hij maakt wel hele mooie grote ballen soms, dat je denkt, nou, knap raak. Maar er zijn ook ballen dat je denkt van, ja. Ja. Wat ik weer? Ik ben geel. Ja. Dit wordt te weinig gedaan, hè? Rustig wegdrukken. Ja, precies. Dat is niet makkelijk, hoor. Hè? Dat is niet makkelijk. Nee, oké, maar... Ik doe het juist elke keer, hè? Ja. Telefoons op mijn kop. Toen ik ze niet hoor. En nog twee. Mooi. Maar Piet speelt ook leuk, hè? Nou, oké. Ja, 40 op 49, hè? 40 op 49. En nou, Mike, 49, hè? Dat is knap. Ja, dat is niet van mij, dat ben ik. Nog wat aan. Zie je, losse band. Nou. Ga eens plaatsen. Welke ben ik? Gewoon de gele bal en dan proberen ze een mooi serietje te maken. En dan geef ik een beetje, nou ja, dan gaan we gewoon even kijken hoe we dat op kunnen bouwen. Dus we gaan een plaatsing gaan we creëren. 1. 2. Je mag, ja, mag jij. Als je dat goed vindt, is prima. Ik zou hem zelf houden. Nee, de tussendoor is prima. Dat is heel, heel goed. Het gaatje is mooi groot. Dus. En dan probeer maar warm zo diep. Je kan ook wel wat hoger aan je bal. Ja, dan moet je wit niet raken natuurlijk. Jawel, maar je speelt van rood of van wit? Dat moet je wel. Oké, en dan raak je wit, oké. Okay. Jawel, je raakt wit wel hoor, volgens mij. Eens kijken als je ervoor staat. Oh, die raak je makkelijk als je hier zit. Je hoeft hem maar even aan te raken, dan tipt hij hem al. Klein tikje, zijkant bal. Niet te dik hoor. Gewoon rustig op de, en dan een klein tikje. Zie je? Kijk, prachtig hè? Nou, dit is al een goede opbouw hè, ertussendoor. Wat ga je nu doen? Want kijk, dat is... Ja, waarom niet heel diep trekken en dan gewoon plaatsen op rood? Jawel, maar jij wil wit heen en weer laten lopen. Maar wit hoef je helemaal niet zo heen en weer te laten lopen. Die kan je gewoon... Ja, in ieder geval in dit vak. Ja, je kan hem heel, als je heel diep gaat zitten, kan je hem heel rustig op rood trekken. Dus niet te dik. En een kort trekstootje op rood. Voelen, tik. Kijk, nou speel je hem hard, zie je? Kijk, dat is... Hard. Nou, eigenlijk harder dan, hè? Kijk, eigenlijk moet hij dan harder. Dan moet hij harder. Dus, dus hier maak je een kleine fout, zeg maar. Cruciale fout, kijk. Ja. Wat voor een kleine fout.
Zien we dat? Kijk, heb je hem. Ja, hij heeft hem heel mooi er tussendoor gespeeld. Ja. Stel nou dat hij hier lag, dat is geen moeite van. Ja, nee, maar. Kijk, het gaat er nu om dat je dus. Kijk, je gaat diep aan je bal zitten. Kijk, en je moet zorgen dat je goed op rood komt. Dus 1, 2, 3. Die wit is niet zo belangrijk. Kijk, die wit is niet zo belangrijk, zie je? In ieder geval een goede plaatsing op rood. Zie je? Nou, buitenkant, ja. Dan mag hij weer intrekken. Hij mag ook, en dan kan je weer van rood of van wit, maar dan kan je hem weer erop trekken. Kijk, en nu ligt hij wel een beetje, ja, toch wel vrij diep weer. En er zit een klein klosje zit erin, zie je? Dus voelen op die klos. Dus, maar dit probeer je dan weer lang in ene erop te trekken. En dan rustig door die bal, kijk, met een klosje. Zie je? Kijk, en dan valt er alweer wat. Zie je? Dus dit bal, ja, maar je moet gewoon durven, hè? Het is ook durven, want dit is ook een kwestie van durven. Het is gewoon een balletje op de klos en dan gewoon rustig erin gooien. En niet, wat we dus in de partijen nu net gezien hebben, dat je te veel die ballen er op een gegeven moment op gaan slaan. Dus je laat eigenlijk je techniek los. Hè? Ja, je gaat niet door die ballen heen. Ja, je moet hem wat meer laten rollen. Dus deze wat dunner spelen, Harry. Wat dunner, hè? Ja, dunner. En dan, ja, gewoon op de witte trekken. Nu hoeft niet gewoon netjes een tikje. Tik, zo ja. Kijk, op de witte. Kijk, dit is al beter. Nog te hard. Ja, nog te hard. En dan kan je wel doorschieten van geven. Ja, dat kan nog wel. Maar we gaan hem ietsjes zachter spelen. Nou, nog zachter. Ja, dat je gewoon heel... Als je diep zit, dan kan je namelijk bijna niet harder meer stoten, hè? Nee, diep. Ja, kan ook. Ja, kan ook. Dan heb je hem altijd goed. Ja, maar ga nou eens echt heel diep zitten aan die bal. En dan gewoon wat dunner intrekken. Gewoon een mooi klein trekstootje maken. Voelen, tik. Kort, tik. Zo, ja, kijk, dit is genoeg. Zie je, het is dat kort. Ja, kort. Nou, dit ligt perfect. Ja, dus zo kan je dus door. Zo kan je door, hè, met je serie, laat ik het zo zeggen. Kijk, nu kun je wel kiezen. Kijk, als je weer dik gaat van rood, van wit, komt wit hier. Dus je kunt nu kiezen, ja, dun. En dan zou ik... rechtseffect geven. Dus dun trekken, rechtseffect. En dan weer en een beetje hoog aan je bal. Niet te diep, maar in ieder geval dun. Dat je... Maar de rechtseffect moet je dan wel dikker op gaan zitten, of niet? Nee, dun. Probeer dun. Rechtseffect, kijk, okay. Dun. Ja, dun. Kijk, ik bedoel dit. Kijk, en dit is misschien te diep, maar even hoger. Kijk, even hoger. En dan druk je de witte, die druk je weg. En vooral de energie in wit douwen. Dus 1, 2, 3, wit. En dan mooi vol op de rood komen, ja? Maar ik ben natuurlijk linkshand, dus ik moet wel even mijn truc uithalen. Oké. Maakt niet uit. Nou, ik heb een beetje voorgedaan, dus... Ik even uit het moet. Maar vooral een mooi klein... En vooral wit spelen. Niet te dik, hè? Niet te dik. Ja, dat is te dik, dat bedoel ik. Dat is te dik. Ja, dat is te dik. Je drukt wit ook niet weg. Je hij moet... Probeer hem maar te dun te spelen, Harry. Dat moet niet goed staan, hè, Jan? Harry, probeer hem maar te dun te spelen. Ja, maar dunner. Nou doen we gewoon goed. Ja, dunner. En dan rechtseffect, niet te diep. En dan tik. Dat tikje was wel goed net. Kijk, dit bedoel ik. Ja, maar de staart is eigenlijk even beter. Kijk, hij is iets te voorzichtig, zie je? Kijk, hij is iets te voorzichtig. Want kijk, hij mag wat meer draaiing geven. En dan krijg je toch nog weer een moeilijke losse. Of een moeilijke massé. Via de band. Hier, dit is altijd moeilijk. Dat ken ik helemaal niet. Dus dat is zo moeilijk. Kijk, de makkelijkste weg is nu dan om eventueel een losse te kiezen. Maar goed, kijk, je gaat dus de fout in met dit balletje. Dit speel je dus te voorzichtig. Goed geplaatst, maar je speelt hem te voorzichtig. Maar dat komt ook omdat hij dan niet goed staat, denk ik. Kijk, nou ja, oké. Okay. Maar probeer hem... Dingen van de bedrijf staan, dat is makkelijker voor mij. Daarom sta ik dan zelf. Kijk, dan kan ik beter liever even dit doen. Oké. Okay. Is mijn idee, dat leggen ze gewoon bij elkaar. Ook goed. En dat is gewoon omdat ik er niet goed voor sta en nu wel. Ja, nou goed, dit is mooi gespeeld. Goed. Dat doe ik speciaal, omdat het anders moeilijk moet gaan. Ja, oké. Okay. Maar jullie uiteindelijk leer je ervan. Kijk, nu heb je deze bal gemaakt. Kijk, dan plaatsen we weer op dat tussen dit plaatsen. Ja, kijk, je kunt dun van rood spelen. Ja, dan zag ik ze wit. Naar de wit, ja. Dus krijg je een trekstoot van wit of van rood. Ja, dat legt er dan mee. Kijk, als je dun van rood, dan gaat hij even nog dik op wit, hè? Hij gaat dik op wit. Dus dan krijg je een trekstoot van rood. Klein tikje. Dat is een vrij lange duw, hè? Ja, dat vind ik wel mooi. Een vrij lange duw was dit. Het was niet echt een tikje, maar een lange duw. Ja, maar... Ja? Ik zeg er toch wat van. Ik mag dat zeggen. Maar kijk, ik doe dat. Ja? Omdat ik deze afstand gewoon wil. Ja, maar die had je makkelijk trekken. Maar die had je even goed gehad. Want je ging dun van rood en de witte lag al een stukje weg. Dus je had sowieso een grote afstand gehad. Oh, ja, dat is maar je laat hem nu gewoon... Kijk, hij valt nu dik op wit. Ja.
Nou, op zich is dat natuurlijk niet erg bij zo'n bal, want deze kun je gewoon nog trekken. Kijk, nu kun je weer een diepe voorop maken en mooi naar de witte trekken. En dit hoeft er niet bij als je maar mooi naar de wit gaat. Zo, mooi op wit. Kijk, laat maar klossen, maar dat is helemaal niet zo erg, zie je? Nou, dan ben je eraan weer. Ja, er valt toch weer een balletje dat je moet nadenken. Hè? Want dit is toch wel. Kijk, want nou is het gat te groot om er even tussendoor te gaan. Op de klos is ook nog weer een apart balletje. Maar je zou hem wel via twee banden kunnen spelen. Oh ja, dat loopt weg. Kijk, zo heb je die erin. Dus hoog aan je bal, op dikte. En gewoon goed blijven staan. En probeer die achterhand wat losjes. Tik. Een mooi tikje. Tik. Oei. Ah, dat ook op de bal. Hij is wel erg dik, hè? Hè? Ja, die gaan de beurt. Nou, kom. Ja? Nee, jij moet ook. Piet moet ook. Nee, kan je niet. Nou, kijk, de opbouw was goed. Tussendoor of dit of dat, hè? Ja, maar niet slecht. Nou, Piet, jij mag ook zo. Ook, hoor. Ik neem je gewoon even mee in het, in het systeem. Dus je mag nu gewoon een serie proberen te maken. De ballen liggen bij elkaar. Dit is mijn bal. Je mag het ook daar trainen, Harry. Geel is jouw bal. Geel is jouw bal. Ja. Dus ga je van rood of van wit? Oeh, ja, kijk, dit is gelijk al een moment, hè? Ik ga van dun van rood. Je gaat van rood, oké. Okay. Dun van rood, dun, hè? Oh ja, maar dan zal je eerst de witte raken, denk ik, zie je? Dan raak je eerst de witte. Oh, dat zag je al. Ja. Hij weet het al, Jan, dat is het probleem. En hij is te zacht, hè? Hij is te zacht. Dus nou heb je gelijk al een bal, kijk, dus jij zegt dun van rood en je gaat van wit. Nou, leg hem maar even terug. Ja, dat is wel leuk, hè? Want dan ligt het zo en dan weet je eigenlijk niet van welke bal je speelt. Dat is toch ook wel weer. Terwijl je toch van wit ging. Ga je nu van wit of van rood? Allebei. Nee, hij moet het zeggen. Nee. Eerst zeggen, dan eerst, wat ga je doen? Oké, wit. Dus je gaat dik van wit. Ja, dik van wit was dit. En zacht op rood. Ja. Hij was dik van wit en zacht op rood. Dus ja. Prima. Oké, dat is één. Wat ga je nu doen? Dun van rood. En dik op wit. Oké. Kijk, nu heb je een gat waar je niet tussendoor kan. Nee. Dus je hebt eigenlijk je hebt positieverlies, hè? Ik had dikker op rood te gaan. Ja, maar het zachter op die witte gemoeten. En dan had je meer bij rood gebleven. Maar goed, nu ligt deze bal er. Ja. Wat ga je nu doen? Want kijk, dit kan gebeuren. Kijk, je kunt hem trekken van wit. Ja. En dan naar de rood. Ja? Ja? Nou, als je deze nou komt de wit daar, toch? Ja, dat mag toch? Dat mag toch? Maar als je deze nou trekt, dat je jouw bal hier speelt. Okay. Dus je kan hem wat dunner trekken. Dunner trekken. En dan buitenkant bal. En gewoon. Niet te dik, hè? Dus niet te dik. En mooi erop trekken. Gewoon trekken. En niet te veel nadenken. Tik. Ja, zo ja. Nou, dat geeft niks. Hij valt maar nog goed. Maar niet, nee, het is even te wild, maar goed, dat maakt niet uit. Nou ja, oké. Dit moest eigenlijk recht terug. Ja. Kijk, nu krijg je een eenbandstoot, zeg maar. Hè? Ja. Oké. Dus je gaat veel rechts effect geven, dik raken en dan je hoogte zoeken. En goed inzetten, lang inzetten. Kok. Oeh. Te dun. Ja, hier zit er veel leven in, hè, bij die bal, hè? Ja. Want hij vliegt helemaal over het hele biljart heen. Kijk, het is natuurlijk best wel een grote stoot, hè? Ik bedoel, kijk, het liefst had je gewoon van rood gegaan, want als je dichter bij rood had gebleven net, had je een trekstootje kunnen maken van rood. Maar goed, dat gat is gewoon groot. Dus als je deze bal nu speelt, kijk, je geeft rechtseffect. Kijk, het gaat om die dikte. Ja. Voelen. Kijk, en die dikte, dus in de witte bal, dus voelen, in de wit, kijk. Rustig blijven staan, kijk, en je laat hem naar rood rollen, zie je? Terug en omhoog. Je moet helemaal in die witte zitten. Ja, je moet in wit blijven. Je kan het doen als je zo lep, Jan. Dit is echt zo'n technische bal. Dit is een makkelijke bal. Dat kennen wij ook. Ja, dat weet ik. Maar maar een keer proberen. Kom, één keer. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Of niet? Kijk, je moet rustig die witte wegduwen. Kijk, dit is al te voorzichtig, hè? Is iets te voorzichtig, want hij is te zacht. En geel, maar hij is al bijna raak, eigenlijk. Hè? Dus je voorbeweging is wat te mild. Dus je hoeft niet hard voor te bewegen, maar je moet wel de kracht voelen. Voelen, druk. Voelen. Goed naar wit kijken. Kijk, die heb je hem al. Zie je dat je hem eigenlijk beter kan raken als net, hè? Maar nu zit er veel meer ontspanning in, hè? In je achterhand. Dus ik bedoel, dit is gewoon een klassebal. Hè? Je kan praten wat je wil. Nou, dan leg je deze bal neer.
Wil je al een colaatje of zo? Nou, ga ik even een colaatje intrappen. Ja, ik moet wel tellen. Kijk, kijk, je moet dun van wit en mooi naar rood. Kijk, heel goed. Je moet iets verzinnen, hè? Piet, wil jij nog een... Jan, wil jij een nulletje, Jan? Nee, ik heb het water. Oké. In de balk maar, Jan. In de balk maar. Kijk, nou wil je halen, hè? Kon je geen plaatsing verzinnen? Dat zei ik dus ook. Ja, maar je kon toch geen plaatsing maken, man? Hij kon niet dun van wit. Maar ik had al gekeken. Maar hij... Je hebt toch geen concurrentie, hoor? Nee, kijk, dit is mooi. Kijk, dit... Als ik het fout heb, heb ik ook een lager van. Kijk, daar ligt hij er weer mooi tussen, Jorn. Dus je kan nou weer mooi terughalen als je het zo bekijkt. Maar, ja. Ja. Altijd al, Jan, hè? Nou. Jan, waarom niet over band? Waarom trekken? Kijk, je moet nu gewoon dun trekken met rechtseffect naar de lange band. En vooral dun. En je moet rood naar de korte, of wit naar de korte band dirigeren. Nou, dat mag, maar hij moet dun en door de bal, lang. Kijk, die is perfect. Mooi. Zie je, dit is gewoon perfect. En zo simpel het is het, hè? En als je zo'n trek zou had gemaakt, had je weer niet geweten waar het blijft. Dus wat me opviel, dat is dat de trekstoten, die werden wat matig gezocht, zeg maar. Dus dan ligt het er en dan wordt het vaak een bandstoot of... Ik heb ook dat je die 25 punten hebt, nog 40 trekballen. Ja. Ja, ja. En de terugzien, en mooi is allemaal. Ja, ook knapper. Ja, kijk, dus je miste dit band. De losse band, hè? Ja. Dus die speelde je te dik op... Ja, geel. Zo lag het ongeveer, hè? Ja. Dus te dik op wit in dit geval. Ja. Nou, ja, hoe kan dat? Ja, niet goed gekeken. Nee, dat is het een beetje. Ja. Dus, ja, nou... Makkelijk, ja, goed, je kan hem ook over die kant... Nee, maar doe hem nog maar een keer. Maar nog een keer even goed kijken. Goed kijken. Goed kijken, zegt hij dan. Goed kijken, ja. Waar kijk je nou naar? Hier was al lul. Waar kijk je nou naar, man? Godverdomme. Kijk, en nou is hij nog mis. Ja. Een los bandje, waar kijk je dan naar? Nou, waar moet je nou niet naar kijken? Dat kun je weten van. Nou, je speelt hem natuurlijk wel goed via losse band. Maar kijk, je kan natuurlijk op wit gaan staan en je kan op rood gaan staan. Kijk, dit is op wit, dit is op rood. En daar moet je tussenin gaan zitten en dan tik je hem weer. Je moet een beetje nadenken van hoe sta ik op rood en hoe sta ik op wit. En dan daartussenin ga je zitten. Ja, dan ga je even naar rood kijken. Kijk, en dan voel je dat je te ver bent. Even terug en dan tik je hem weg. Ja, die kan niet mis. Nog te dik naar wit. Mooi op wit. Dat is toch wel apart, hè? Dat is een losse bal. Heel apart is het. Ik ben er waar ooit met die winnaarschalen Breda vandaan vertrokken. Wij? Dankzij ons hoor, maar dat is eigenlijk een jongen. Maar dat kun je nagaan, hè? Als er een band in het spel komt... Dan... Kwitsa, ja, dus hij moet rechtop... Iets meer. Ja, maar hij moet het zelf voelen, hij moet het zelf voelen. Ja, die is te voorzichtig ook, hè? Maar het hoeft niet, maar hij is goed. Maar hij hoeft niet zo voorzichtig, hè? Maar kijk, je wil ook nog eens een keer overhouden, hè, zeg maar, hè? Met losse bandjes en zo. Maar doe het eens wat vlotter. Okay.
Dus goed, goed kijken en dan vlotter tikken. Dus niet harder, maar ietsjes tik. Even meer tik. Zo ja, tik. Kijk, je moet blijven kijken naar die korte band, hè, waar je hem op speelt. Hè. En niet of je het doet. Hè. 1, 2, 3. Tik. Hier heb je hem al. En daarna lijkt het dan weer makkelijk te gaan. Ietsjes meer rol en dan... Ja. Ja. En nou, ga je er nou tussendoor nou? Ja, dat kan. Dus als je dun van rood gaat, ja, en als je nou rechts effect geeft, dun van rood, ja, en wat harder op wit. Dus dun van rood, ja, zo dun mogelijk, en wat harder op wit, met een beetje tempo. Tik. Ja, zo, ja, kijk. Keurig. Ja. Hier leg je een beetje eruit. Kijk, en nou kan je altijd kiezen, gewoon voor een plaatsing, eventueel van de rode. Naar de witte. Dus kijk, nou speel je van rood. Ja, die kant op. Ja, ja, en dan gaat rood een beetje naar de hoek toe. Dan moet je ook niet te krampachtig in zijn, weet je. Dus je moet hoog aan je bal en dan de dikte, tik. Kijk, dat is hard, dat is hard. Ja, kijk, dat... We willen nee, niet erbij. Nee. Kijk, dat is de intrapper. Kijk, het ligt heus wel mooi. Kijk, het ligt heus wel mooi dit. Maar kijk, eigenlijk moet je dit zo spelen dat je dus zegt van ik speel rood naar de hoek. Kijk, rood en ietsjes rechts kan je geven, ja, dat hij naar de korte band, ja, gaat. En dan probeer je hem, kijk, te plaatsen op de witte bal. Kijk. Zie je? Kijk. En nou ga je hem halen. Zie je? En dat is heel wat anders. Als je en dat gebeurt dus ook veel in de partij. Dat jullie te veel die bal erbij willen halen. En zeker ook met... dit is natuurlijk prachtig om nu te verzamelen. Ja. Ja. Kijk, dan heb je dus zo'n bal als dit. Het ligt eigenlijk best wel mooi... Ja. En dan, ja, dan wil je iets ja, doen, terwijl je eigenlijk gewoon alleen maar moet denken, ja, Jezus, ja, ik wil wit, alleen maar mooi, ja, en gewoon netjes naar de geel toe tikken. Je tikt hem, ja, maar je tikt hem als het ware naar de geel. Maar je moet even bewust zijn, kijk, keurig, kijk, dit is hartstikke goed. Zo zie je maar, hè, hoe je dan, ja, maar de eerste bal die ja, maakte, dat je denkt van, oké, die rode die gaat hier helemaal naar de tafel weer toe, en hij komt raar op de tweede bal uit, op de derde bal uit. Kijk, die is wat te dun, hè? Ja, dit is ook niet lekker gevoeld, hè? Ja, dit is wel een mooie oefenstoot. Voelen. Kijk, hij ligt natuurlijk fantastisch, maar je raakt hem te dun. Je raakt hem te dun. Je raakt hem te dun, ja. Kijk, je moet dus ja, en meer power, ietsje meer. Nou ja, meer power. Af. Ja. Kijk, hij moet hier naartoe. Je moet weten, kijk, wat belangrijk is, dat de gele bal hier komt. Speel alleen geel hier maar eens heen en dan geen eens over jouw bal nadenken. Je hoeft geen eens effect te geven, niks eigenlijk. Maar die is al te dun. Jan? Dun? Die is te dun. Ja. Druk maar weg. Goed, geel. Alleen maar geel spelen. Kijk, is te dun. Zie je? Punt is raak, maar is te dun. Oh, kijk. Dan komt hij weer niet bij. Dan komt hij weer niet bij. Nee, dan komt hij weer niet bij. Dus als hij zo ligt, nou moet je geel alleen maar op die kegels spelen. Hij moet nog dikker. Ja, dan moet hij voelen. En rustig drukken. Kijk, dit is mooi. Zie je? En zie je dat hij vanzelf op rood gaat? Ja. En zie je hoe gewrongen je dat... Ja, dus Harry, kijk, als je deze bal hebt... Probeer de rode, of de gele bal, op de kegel te spelen. Dus niet te dik nu, hè, Harry? Diep aan je bal. Kijk, hij is te dik, hè, nu, hè? Hij is wel goed, maar te dik. Kijk maar naar de... Ja. Die kant, ja, maar ja, de kegel is de kegel. Ja. Hoe mooi die ook de raakt. De kegel is, ik kijk echt verzameld. Nee, ik heb hem nog helemaal naar voren gelegd. Geen grutsel gezien. En dan zit er maar weg in. Ja, speel nou gewoon, die rode doet even niet mee voor je gevoel. Okay. Dus je moet die gele op de kegel spelen. Ja, ja. En dan voel je al langer dat je de karambol ook al maakt. Kijk, is nog niet op de kegel, hè? Nog niet op de kegel. Hij is dus, kijk, maar dan pak je gewoon een bandje extra erbij, hè? Dan ga ik weer rare dingen doen, hè? Iets dieper en iets dunner. Geen rechtseffect, hè? Eerder een beetje links. Maar voel dat de gele bal rustig naar de kegel gaat, keurig. Nou ja, maar dit is wel redelijk netjes, maar... Maar op zich, kijk, op zich is het natuurlijk een... Dat kan je wel herstellen, maar dan moet je ze wel even aftegen. Want hij is de centimeter verlegd, dus ja, je bent er ook 2 centimeter naast, hè? Anders komt hij er niet. Dat scheelt. Nee, maar het gaat niet om dat hij hier komt, hè? Rood hoeft niet te raken.
Je moet op een kegel. Het is puur dikte spelen. Ja, op de kegel. Dat doe ik ook Piet, hè? Het is puur de kegel die gewoon zo neer. Kijk, het is puur dikte spelen. Oh, de kegel die moet nou om. Dat is een ander verhaal. Dan hoef je niet naar die rode te kijken meer. Ja, hallo. Ja, oké. Ja, maar is ook mis. Hetzelfde dikte. Hij is mis, maar ik bedoel... Nee, hetzelfde dikte. Kijk, hetzelfde dikte. Zelfde dan dikte. Doe je niks meer met hem, bijvoorbeeld. Dan ga je gewoon nou ja, 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 dat snap ik wel, maar... Maar de dikte is wel... Hey, maar Piet, dat, kijk, dat is dus het punt. Vraag aan de leermeester staat hier nou. Ja. Je moet eigenlijk deze bal tegen de kegel aan kunnen leggen. Hey? Ja, dat is ook een... Nou, niet dat het hier alle kanten op dat is een oefening. Als je heel, dat is een oefening van vorige week. Als je heel diep, kijk, als je heel diep zit. Kijk, heel diep. Voelen. En dan rustig door de bal. Kijk, in de bal. Kijk, nou leg je hem tegen de kegel aan, zie je? Zie je, speel hem rustig. Zie je, nou speel je alleen maar rustig. En dan gaat hij er niet komen, omdat je hem geen vaart geeft. Maar de dikte is wel goed. De dikte is wel goed. Dus als je dat harder doet... Maar goed, ik wil denk ik maar zeggen. Wat ik dan zeg, is het volgende. Kijk, als jij die bal... Of hij nou hier legt, of dat hij nou hier legt, dat is gewoon een wereld van. Verkeerde ja, kan zeker. Kan daar niet meer komen om daar te komen. Tenminste, kan hij daar niet Nou ja, komen. Kijk, dan moet je dieper aan je bal. Dan moet hij dan daar komen. Nee, maar nou, het kan dus wel. Maar alleen dan komt er de gele niet meer bij. Kijk, als ik nu heel dun van geel ga en diep aan mijn bal. Dan kom je daar wel. Dan probeer ik rood nog te halen met een mooie diepe trekstoot. Hè? Want nu moet ik diep gaan zitten omdat ik deze dikte heb. 1, 2, 3 en door de bal. Kijk. Hierdoor, even dunner nog, zie je? Dan heb ik even goed nog dat hij erin gaat, zie je? Terwijl ik hem vrij dun aanspeel. Zie je? Ik probeer hem wel daar te krijgen, maar hij moet nog dunner eigenlijk, maar ja. Snap je hem of niet? Ja, ik snap misschien wat ik bedoel. Maar het is wel een goeie die je zegt, hoor, kijk. Want dwing nou de kegel maar eens, Harry. Dwing de gele bal. Dwing die maar een beetje richting de kegel. Hij ligt vrij schuin. En dan moet je hem gewoon heel diep gaan raken en zo dun mogelijk trekken, ja. Zo dun mogelijk trekken. Om daar te komen. Ja, maar dat gaat vanzelf. Als je maar goed diep gaat... Nee, andere kant effect. Geef rechts effect. Rechts effect. Links effect, ja, ja. Maar je moet zo dun mogelijk geel aanspelen dat die eens een beetje hier een beetje op de band komt. En niet hier, maar daar. Daar mik je hem op. En dieper, veel dieper. Je zit veel te hoog met je handen op. En goed lang, mooi langer in. Mooi soepeler. Heel zenuwachtig. Ja, dit voelt heel raar, maar het is wel heel stevig in wit. In geel. Ja, kijk, die is iets te dun, maar wel een mooie bal. Maar wel met tegeneffect. Ja, maar kijk, je krijgt hem zelfs hier, hè, nu, hè? Ja, dat zag ik wel. Ik zag hem ervoor de kegel aan. Maar waarom moet je wat tegeneffect geven? Dan? Wat is de reden dan? Nou, om... Ja, om in ieder geval om hem daarheen te drukken. En dan kan je hem een beetje goed inzetten. Vorige week ben ik ook met die tegeneffect bezig. Ja, nou, probeer nog maar. Ik ben met daar ook bezig, maar ik kan het niet. Nou, trek... Ja, maar dat komt vanzelf. Kan het wel. Een beetje meer tempo, dus even, ja, tjak, rustig, tjak, ja, kijk, zie je, kijk eens hoe makkelijk. Nou, hij is alleen te dik. Nou is hij weer te dik, maar nou is hij weer aan de andere slecht natuurlijk, niet slecht. Kijk, hij wordt sowieso rustig, wordt hij, hè? Dat is het verhaal, want je het ziet... Het effect wordt hij rustig. Nou, kijk maar. Dat weet je. Ja, omdat je hem heel licht intrekt eigenlijk even goed, want je zit diep aan je bal. Ja, je ziet het, hij trok hem nog over band nu, hè? Terwijl je het gaat hem puur om die dikte. Voelen, hebben, tjak. Kijk, moet je zien, hè, moet je zien. Ja, hij zou nog dunner kunnen, hè, want dan gaat er nog in ene op, hè. Hij moet ook nog dunner, want ik zit nog steeds aan rechts. Ja, maar op zich is dit al knap, natuurlijk. Nou, Piet, doe jij het eens nou? Nou, Piet in de beurt, ik moet er een keer, hè. Laatste poging van vandaag, maar dat is heel moeilijk nu. Maar hij ligt schuin en je probeert dus dun te spelen en dan gewoon die bal erop te trekken. Want je gaat eigenlijk naar het maximale, de maximale, kijk keurig, kijk dan gaat hij over band bijna, zie je? Dan komt hij goed. Kijk eens in hoe het ligt, hè? Prachtig. Nou is Piet aan de beurt. Nee, maar hoe het ligt, hè? Ja, nou. Kijk, en dit zou je normaal nooit doen, hè? Nee, ik probeer het thuis te stellen, dat lukt me niet. Dus nee, maar het wordt je wel duidelijk. Het wordt ik snap wel wat je ermee zegt, hè? De vorige keer ook de bal op je lengte deed. Ik snap wel wat je zegt. Nou, je ziet ook het resultaat nu. Ik denk dat het effect niet goed in die bal, denk ik. Dus diep aan de bal, Piet, en zo dun mogelijk intrekken, een beetje vlotjes erin. Kijk, dat is te slap. Slappe bal, ja. Zie je? Kijk, nou geef je geen spirit in de rode, dus dan, of in de gele. Ja, wel zo allemaal. Hij moet diep aan de bal, hè? Je moet echt zo veel mee in de slaap, jongen. Voelen, en... Ja, kijk. Kijk eens, hé. Ja, perfect. Zie je? Kijk, vangt hem op en je hebt de ballen.
En je zou normaal zou je hem altijd met de andere kant effect geven, of weet ik wat, een beetje... Terwijl je doet hem eigenlijk heel beheerst, lang in de... Kom Jan. Hij doet hem eigenlijk heel beheerst, Piet, doet hij hem lang in de bal spelen. Kijk maar Jan, moet je kijken. Dus hij gaat dun, diep in de bal en lang zijn keu erin. Kijk, lang die keu erin. Kijk, iets te hoog aan de bal, maar geel is wel mooi. Ja, heel perfect. Zie je? Tempo. Ja. Dus niet slecht, Piet hoor, niet slecht. Ja, we gaan wel steeds als kuin doorleggen met dit. Ja, dat doe ik expres een beetje. Ja. Even een beetje om goed, om goed stevig in geel. Je moet ook ja, stevig, keurig. Ja. Kijk eens. Klasse. Kijk, je voelt dat je geel weg moet drukken. En dat gaat, ja, normaal zou je dat niet doen. Nee. Het is maar ik ga lekker met tegenvecht. Ja, nee, dat geloof ik graag. Ja, lekker met tegenvecht, ja. Ik helemaal niet. Ja, dat klopt. Ja, omdat je hem goed weggooit. Hij gooit zijn keu goed weg. Dus goed... Lang. Het is een lange tok. Ja, bijna. Ja, iets te hoog aan de bal. Wel mooi, maar iets te hoog aan de bal. Je kan zeggen ook iets te dun. Ja. Maar ja, je kon nog wel dieper. Hè? Je moet ook echt diep gaan zitten. Je moet echt proberen met een vuistje neer te zetten. Ja. Dat zou nog mooi. Probeer eens een vuistje neer te zetten. Een vuistje op het biljart. Het vuistje is het mooiste. Een vuistje. Dit is veel te hoog. Je hand zit veel te hoog. Je moet hem echt diep. Dus naar de catchzone toe en dan indrukken. Ah, ja. In de catchzone, ja, dat zei je. Moet het ook niet zeggen natuurlijk. Mike's is schuld, want hier zat hij in de catchzone toe. Ja, je hoort het niet zeggen. Ja, maar hij moet het niet zeggen. Uit de catchzone, blijven. Maak een vuistje, ja. Uit de catchzone. Ja. En druk. Ja, makkelijk. Zie je, kijk, ik heb over nu, hè. Maar hij is veel te dik. Je catcht niet, hè. Je catcht niet, ondanks dat je... Maar je kijkt wat je doet, hè. Je trekt hem over band, hier naartoe en daar naartoe. Ja. Dus je maakt eigenlijk een trekstoot over twee banden... Hier, boom, boom, boom. Nou, dat is helemaal niet wat je wil. Wat die rode legt hier, maar je zou hier de rode neer kunnen leggen. En dan trek je nog mooi die witte vol weg. Ja, dat gebeurde in die wedstrijd ook veel, hè? Is dat nou wel gedoe? Ja, dat zit hem in die achterhand, toch? Je moet hem meer op je middelvinger leggen, op je middelvinger. Losjes. Ja, je middelvinger. En dan plop, plop, tok. Hebben, tok. Ja, die achterhand. Ja, maar hij knijpt in zijn achterhand op het eind. Op het eind. Je moet niet op je achterhand knijpen, gewoon drukken. Ja, kijk, makkelijk. Kijk, nou heb je over. Maar kijk, dit is veel te hard, hè? Dit is veel te hard, hè? Onwijs hard stoot natuurlijk. Ja, joh, ik vind het wel mooi. Onwijs hard. Maar het is gewoon, hij moet dun en plop. 1, 2, 3, tok. Ja, kijk, dit is super, super. Het lijkt een stukje. Oh. Waarom kan je dan niet gewoon die rode bal naar het hoekje houden, Jan? Dat zou nog mooier zijn. Wat, de rode? Die rode die dan hoekje houdt. Maar kijk. Kijk, Harry, bijvoorbeeld heb je... Ja, niet die wit in het hoekje. Kijk, het is een makkelijke bal, weet je wel. Dat je even zeggen tegen je eigen, van, weet je wat, Jan... Dieper. Ja, dieper. Hij moet dieper. Kijk, jij smokkel op je... Kijk, jij legt helemaal hier, man. Hé, Harry. Maar jij smokkel op je dikte. Ik smokkel op de dikte, hoor ik net, Jan. Ja, je zit te hoog aan je bal en dan ga je dikker staan. Want dat is het. Ja, je moet diep gaan zitten, dan kun je maximaal... Dan kun je maximaal... Maar dan kun je maximaal dun erin trekken. En echt erin trekken. Dus erin gooien. Hebben, gooi. Kijk goed naar je keu. Kijk, nee, niet naar die ballen kijken. Hè. Je kon nog veel dunner, hè? Want je ketst niet. Je speelt gewoon heel makkelijk. Hey, maar daar hebben we ons niet horen zeggen. Dat is steeds. Volgens mij bleven wij allemaal keurig staan, eigenlijk gesteld. Niet? Nou. Ik heb af en toe. Kijk. De hoofd die eerst ging, die bleef wel keurig staan. Die maakt een mooie ballen, ja, jongen. Maar het is toch... Ze zitten gewoon donderig aan dat te wachten wanneer je in beeld komt. Kijk hier, diep aan die bal, Je moet echt... Moet je kijken, ik zit bijna op het laken. Bijna op het laken. Nou ja, iets links. Kijk, maar ik druk die rode bal, die druk ik weg. Kijk, die druk ik weg. Kijk. Zie je, nog te dik. Oeh, slecht. Slecht, zie je? Maar ik blijf wel staan, hè. Ja, dat lacht.
Ja, jij blijft hier staan. Kijk. Jij legt helemaal niet. Kijk, hij moet dun, zo dun mogelijk en diep aan die bal. En dat vertrouwen moet je hebben. Je moet het vertrouwen hebben dat die keu daarheen gaat. Zie je? Kijk, die is iets te dun, zie je? Maar wel op, het, op de kegel daar, zie je? Maar die is iets te dun omdat rood hier komt. Ik heb gewoon het idee dat veel schuimer zit dan jou. Laat het hier zo. Op de stip ligt hij elke keer. Dan had ik mijn stip leven. Als ik jou zie staan, dan denk ik bij mij, hij zit met zijn keu helemaal hier. Ja, maar het is hier. Wel diep, hè? Ja, het is hier. Diep. Ja, dan moet je... Wij zitten helemaal hier. Ja, dat mag, maar ja, hij moet wel dun. Ja, nee, maar jij zegt, als ik naar je kijk, hè, dan zeg je, geeft maximaal links en dan kijk naar je, dan denk ik bij mij, maar daar staat bijna midden in die boom. Nee, dat niet, en dan een stukje opzij. Ja. Dat idee heb ik als ja, ik oké, maar dat is niet zo, hoor. Dat is je niet zo. Een beetje. Dat is niet zo. Maar kijk, doordat je diep zit, hoe dun kan je spelen om nog een mooie trekbal te maken? Dat is ook heel dun, hoor. Nou ja, maar dan zie ik Oeh, kijk, Miek, kijk, dan komt hij hier, zie je? Kijk, en dan kom je tekort. Zo dun was je. Ja, maar ik heb helemaal naast het kegeltje. Zo dun was ik dan, kijk nagaan. Zo dun kan ik. Piet, nou jij bent even. Ik nog één keer eerst. Oh. Ik ben net begonnen. Maar het is op zich een leuke bal. Kijk, en normaal zou je hem gewoon optrekken met rechts effect. Ja, dat zou je normaal doen. En dat mag ook zo meteen even. Mag dat ook een keer? En dan zie je het verschil. Wat rood doet. Ja, speel hem nu eens met rechts effect. Nou, kijk, wat rood doet. Rood doet niks, Jan. Wat moet rood doen, dan? Lekker bal. Dan ben je weer. Ik kan iets harder opspelen, dat maakt niet uit. Nou ja, doe het dan. Doe het dan. Doe eens met rechts, dan. Ik deed toch met rechts. En rood spelen, hè? Rood spelen. Rood staat, geel is niet verplaatst. Je hebt gewoon mist. Nou, Piet, met rechts effect. Met rechts effect. Laten we zo leggen. Piet, ik heb hier wel raken. Ik heb niet in jullie zo moeilijk kennis meer. Dan leggen we weer terug. Nee! Zo, en dat mag niet. Vast in de hoek, Lachie. Nee, lach vast in de hoek. Dan raken wij hem op. Ja. Rechtseffect, hè? Nu rechtseffect, geen linkseffect. Nee, zo'n bal speelt altijd met links. Ja, maar we gaan nu even met rechtseffect. Kijken wat hoe die uitpakt. Ja. Want dat kan natuurlijk wel met rechtseffect. Diep aan je bal, natuurlijk. Op de juiste dikte, tuurlijk, kan allemaal. Dan... Doe maar gewoon. Als ik hem met rechtseffect zou doen, zou ik hem vol erop spelen dat hij erbij komt. Nee, dat gaat niet. Maar dat gaat niet. Dat ga je niet redden. Hij ligt niet schuin genoeg. Nee, dan loopt hij hard. Maar je trekt hem ook niet echt. Nee. Je moet hem trekken. Ze moet best wel dikker om hem nog een beetje knap te trekken. Zie je, kijk. Het is moe gek, hè, is dat, hè? Ja. En hoe makkelijk is het met links effect? Ja. Dat is ook apart, hè? Dat verwacht je niet, hè? Want je zit diep rechts aan je bal en je raakt dus hem. Dus ik ga nu links? Ja, nu weer links. Ja, mag hoor. Ja, natuurlijk wel. En druk maar weer weg. Kijk, en nou trek je me bijna op. Hij is iets te dun, maar goed. Maar hij ligt wel een stuk schuiner. Ja, hij ligt heel anders. Heel anders. Ja, hij ligt heel anders. Nog schuiner. Nog schuiner. Ja, maar op zich maakt het niet uit, hè? Het maakt niet uit. Je kan gewoon je dikte best wel zoeken. Dan moet je dikker. Zo gaat hij wel makkelijk in de geel. Ja. Kijk, en dan speelt hij geel los. Kijk en wat er gebeurt. Niet los. Ja, mag wel. Hoor. Kijk, legt altijd een mooie bal. Een mooie bal, niet? Jawel. Dun van de rood naar de lange band. Ja, hij ligt altijd in. Maar dan speel je hem ook nog eens keer uit de hoek, hè, in dit geval. Hè? Ja. Zo kun je het ook zien. Dat deden wij ook al door. Kijk, en nou heb je bijvoorbeeld deze bal. Kijk, en dan legt hij, zoals Piet hem dan zegt, de drie banden bijbal. Hè? Dan moet hij schuin liggen, dan ga je hem dik spelen. Dus dan moet hij op de lange band komen. Dus dat is dan de lange bandbal. Nou, die kan je dus ook met tegeneffect spelen, ja. Je kan hem met rechts spelen. Als je hem met tegen speelt, hij moet dik. Ja. Dan kan je niet diep gaan zitten, dan moet je hoger aan je bal. Dus dik raken, 1, 2, 3. En dik in de geel, dus
dik in de geel. Rustig blijven staan. Ja, simpel. Ja? Ja, dat kan dus ook weer met rechtseffect. Dus dan ligt hij wat schuin. Kijk, dan ligt hij even te... Kijk, als hij zo ligt, dan ga je hem ook zo spelen. Maar als hij zo ligt, dan kan je het net niet spelen. Zie je? Nou kan je net niet lekker dik die gele bal spelen om hem bij te spelen. Zo wel. Mm-hmm. Kijk, nou heb je gewoon... Zie je dat, Harry, of niet? Kun je dat zien daar vandaan? Ja. Dus als hij zo ligt, kijk, kan je hem in ene erop trekken. Kijk, en dan kan je hem eigenlijk zo dun mogelijk trekken, omdat je hem even goed nog raakt. En als hij zo ligt, dan kun je gewoon kiezen van... Ik speel hem dik van geel. Naar de lange band. En het scheelt maar zo'n stukje, scheelt dat, hè? Ja, dat zeg ik. Maar wel een klein stukje. Ja. Kun je dat ook oplossen met effect? Nu? Nee, als je dus zo ligt, ja? Geeft dan aan deze kant, nee, aan die kant effect. Komt je er dan niet makkelijker bij? Nee, zo niet. Nee, zo is het. Dit is weer een. Kijk, nu is het weer zo'n directe. Ja, dat bedoel ik ook. Maar dan moet hij naar de korte band toe. Want deze kan je niet te dik raken. Want dan komt hij hier op de lange band. Ja. En dan gaat hij nooit bijkomen. Nee. Je kan hem wel heel dik raken, dan moet je hem half doorstoten. Dat doe ik altijd. Ja. Kijk, en je zou er dan ook nog weer een zigzagbal van kunnen maken. Zo. Dat is ook nog een optie natuurlijk. Dat je die dun speel, die daar naartoe en daar naartoe. En jouw bal zit. Ik zo doen. Dat doe ik gewoon altijd zo, deze bal. Ja, oké. En dus mooi dik, hè? Kijk, mooi dik. Heel goed. Ja, gewoon rond. En dan komt hij gewoon bij je, hè? Want dat is helemaal geen probleem. Ja? Makkelijk. En spel... Ja, hoe komt hij erbij? Nou, ja... En spel hem nou eens met... Geen 300. Hey, Harry? Half door. Harry, en nou met rechtseffect? Ja, oké, maar deze schoot ik dus half door. Dus ja, nou met rechtseffect. Hetzelfde bal, rechts. Doorschieten. Linkseffect, sorry. Linkseffect, half doorschiet hij. Gewoon, nou, ja, je moet hem vrij. Door. Hij of moet. Geel gewoon daar naartoe. Kijk, als je nu je keu naar beneden zou doen, doet hij het niet. Dus gaat hij doen. Oké, druk hem maar dik in. Dik, hè? Dik. En staan blijven. Kijk, die is iets te dun, zie je? Die is iets te dun. Ja, goed, maar ik armoleer al heel wat. Ik vind wel heel wat als ik met links en rechts ga halen. Voor mij doen, hè. Dan. Hij moet dikker. Ja, dat snap ik wel. Maar ik heb het linkseffect van hem. Ja, maar hij moet dikker. Hij moet dikker. Wacht. Ja, kijk. Ja, wel. Zie je, nou speel je hem een beetje er doorheen. Zie je? Kijk. Dat bedoel ik ook, ja. Zie je? Kijk. Alsjeblieft. Mooi hoor, hard. Ja, maar goed, hoe dat uitvalt, dat kan natuurlijk aan de rest. Dus dat kan hij ook zo of zo uitvallen. Ja, maar je kan hem dooier spelen met het tegeneffect, hoor. Maar het punt was eigenlijk meer van, oké, als hij bijvoorbeeld zo legt, dan kan je het dik spelen. Speel hem nog eens. Als hij zo legt, dan... Speel hem nog eens en dan nog even dat hij rustiger op geel uitkomt. Dus zo dik mogelijk. Rustig op geel uitkomt? Ja, dik op rood, ja. Ja. Kijk, nou heb je natuurlijk iets te hoog aan de bal, maar kijk. Hij doet het altijd, hè? Hij doet het altijd. Hij doet het altijd, maar hij is niet goed. Hij is dik op. Ja, wel, hij is perfect gestoten. Je zit alleen iets te hoog aan je bal, meer niet. Maar je had wel de goede dikte, want je hebt rood gevoeld naar de hoek. Anders klost hij het natuurlijk nooit op. Jan? Nee, maar... Ja, snap je het? Nee, ik snap het. Kijk, dat hij een klosje geeft en dat hij doet en denk je lucky, maar eigenlijk is het geen lucky. Nee, hij is gewoon... Kijk, en jouw bal, die blijft gewoon... Kijk, als je nou mee effect had gegeven en je had te hoog gezeten, had hij weggesprongen, had hij weggerold. Nu blijft hij aan die band plakken, hij gaat er niet vanaf. Ja, precies. Maar dat ben ik met je eens. Maar dat is dus ook weer een kwestie, dat is ook weer een kwestie van dat voelen dan. Ja. Ja. Want jij kan makkelijk met rechtseffect dik hierop. Ja, tuurlijk. Ook daar laten leggen. Ja, maar dat is ook wat je heel gauw doet. Maar soms ligt het er gewoon wel eens voor om het gewoon met dat linkseffect te doen. Wil je nou met links of met rechts? Met links, ja, met links. Ja. Kijk, het enige is, als je rechtseffect hebt, heb je kans dat je de gele uit de hoek vandaan speelt, omdat die vaak te hard aankomt. Ja. En met links rem je natuurlijk in principe de bal ja, af. Ja, kijk maar. Dan rem je de bal af. Maar hij is dun, hè? Hij is dun en zacht. Zie je, dun en zacht is hij. Ja, maar door die draai rem je de bal af. Dus dan hou je altijd, je derde bal in de hoek. Dat klopt, ja. En daarom speel je op links effect, neem ik aan. Je ziet het ook gebeuren, hè. Je ziet het ook gebeuren. En dat je rechts effect hebt. Dan legt hij misschien iets te schuiven. Je geeft het uitspelen. Ja. Ja, je ziet het gebeuren. Maar het gaat ook om de dikte. Stevig op rood. Niet te zacht, Jan. Hoger in je bal en stevig. Tjak.
Hij is iets te dun weer. Hij is wel redelijk op dikte hoor, maar hij is iets te dun. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je dezelfde dikte, nou niet lager, dan zit hij ook goed. Ja, 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 ja. Maar hij moet dikker. Hij, kijk, aan de stoot zie je dat hij dikker moet. Je moet het horen, hè. Pok. Weer te dun, zie je? Kijk, het is gewoon te dun. Dus je speelt niet dik. Kijk, je hoeft niet voor die karambol te gaan. Nee, nee, nee. Je moet voor die dikte gaan. Ik denk dat je daar meer uit haalt. Hoger dan je bal. Iets hoger. Want als je te dik zit, moet je hoger, hè? En druk hem maar stevig in. Tjak. Ik weer te dun, zie je? En je ziet dan ook dat de rood niet rondgaat. Die rood gaat veel te ver naar de korte man toe. Ja, nee, die gaat veel te hoog. Veel te, veel te hoog. Speel hem maar te dik. Speel hem maar te dik, Jan. Speel hem maar te dik. Speel hem maar te dik. Dat je denkt, ah, zo is hij mis. Tjak. Nee, is te dun nog, is nog te dun. Maar dan zit je dan te diep aan je bal, want je, weet, je trekt hem nu al. Je trekt hem nu al naar de korte bal. Je bent gaan zakken met je. Dus je voorhand, kijk, je voorhand moet je wat hoger zetten. Tak. Moeilijk heb je idee ook. Oh, man, alles kan je aan. Kijk, als je hem trekt, dan gaat hij naar de korte bal. Hebben? Kijk, bijna perfect, maar het is te dun. Je raakt hem te dun, hè? Kijk, hij moet echt dik. Ja, maar je gaat nou al een stukje verder, vriend. Hè? Hij lag net hier, hè? Nou, ja, goed, maar hij moet dik. Kijk, hij moet dik. Kijk, zie je, hij moet dik. Hebben? Ja. Hij moet dik. Kijk, je moet niet dun willen. Kijk, rustig kijken. Kijk, je ziet dat jij te dun bent. Dan heb je rode bal niet mogen. Als je nou hier ligt, zo. Nou ja, leg hem neer zoals jij wil, maar raak hem maar wel dik dan. Ja, leg hem neer. Het gaat erom dat je hem dik indrukt. Rustig kijken en drukken. Stoten. Check, te dun, zie je? Kijk, dat is het. Rood is te dun. Daar verlies je je dikte op. Kijk, dat scheelt onwijs natuurlijk. Ook als je zo'n bal krijgt. Het maakt ook niet echt heel veel uit waar je in principe legt. Het is gewoon de dikte aanspelen. Ja. Wat zie jij, Piet? Ik weet het straks. Leg hem maar eens neer. Kijk, dit is al beter. Maar nog te dun. Leg hem dan eens neer. Ja. En hier moet hij dan tussendoor spelen. Oh, op die manier. Ja, maar dan raak je die kegel. Oké. Okay. Nou, dan raak je één dan kegel. Moet je hier vlak aan spelen. Ja, zoiets. Ja, dat is misschien jammer. Is dat een hulpmiddel zo. Kijk, misschien is dat een hulpmiddel. Even kijken. Kijk, Jan, dit is wel een goed hulpmiddel. Nou zie je een beetje hoe dik je hem speelt. Kijk, dan krijg je iets door. Dus je mag die kegel niet raken, maar hij moet wel dik. Goed blijven staan en op de kegel blijven staan. Kijk, die is dik, zie je? Kijk. Alleen te diep, zie je dat je nu al te diep aan je bal... Ja, maar zie je wat er nu gebeurt? Hij zit nu denk je dat je hoog aan je bal zit. En je trekt hem helemaal hierheen. Dan kun je nagaan hoe knap dat is, hè? Maar het is wel een goede tip, dit, Piet. Ah, maar wel knap, Jan. Ja, zeker. Maar zie je ook dat je hem nu dik raakt? Ja. Dus dik en dus goed door de bal gaan. 1, 2, 3. Ja. Te dun, kijk, dat is jammer. Wat een god voor je. Kinderen was een pompetje, maar laat toch op dat een pompetje weg en knal die bal erop, joh. Nou, het gaat om die. Dus maak je hem een beetje nooit, dat hij goed. Ja, staat prima. Ja. Het gaat puur om die dikte. Ja, het gaat om de dikte. Maar... Hoger in je bal, kijk maar. Ja. En dan, tjak. Ah. Ja, kijk eens. Niet goed. Op zich wel goed, maar... Nog niet goed genoeg. Wat een gek man, ik wil het stoppen, man. Ik nog een keer. Ja, jongens toch. Zonder stokje graag, want dat leg ik maar in de weg, die troep. Nee, leg je niet in de weg. Dat blijft gewoon staan. Echt? Ja, druk me dik in. Ik wil de stokje niet. Ja, maar dat maakt niet uit. Daar heb je geen last van. Heb je geen last van? Maak hem even goed wel hoor, Jan. En staan blijven, hè? Staan blijven. Staan altijd. Dik, hè? Hoger in je bal. En dikker. Nou, het ging om de rode goede lijn. Nee, dikker. Hij moet dikker. Dikker. Bijna tegen het kegeltje komen. Dikker. Met rechtseffect. Dikker raken. Hoger in je bal. Ja, dikker. Hij moet hoger in je bal. Maar oké, druk maar in. Druk maar in. Te dun. Zie je? Nou, ik zeg toch, hij legt anders.
Hoe schuiner jij gaat, hoe moeilijker dat nu gaat. Het spel hem is goed dik, die rode. 100% dik, zonder dat je geel raakt. Dan moet je hier neerleggen. Zonder dat je geel raakt. En maximaal links effect. Dan moet het ding weer even weg. Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Jongen, het staat gewoon naar het ding te kijken. Nee. Daar heb je geen last van. Ik wel. Dik raken. Ik heb er nooit iemand horen dat ze zeggen, Harry, jij hebt een keel gedaan, jongen, want dat is allemaal goed met joh. Ga nou spelen, man. Druk in. Dik. Hoe dik vond je hem? Nou, ik vond hem niet dik, maar dan mag de stokje nou daarna. Ja, nou, dan ga je het nou zonder stok doen. Dus laat me een stuk makkelijker, want die zit me gewoon. Die zit me gewoon te pesten. Nou, klaar, opgelost alles. Ja. Dik, hè? Dik. Nou, dat is ook dun, hoor. Maar wacht even, laat hem even rollen. Dun. Hij is dun. Hier, kom zo doekje in! Hij is dun. Nee, hij komt lang niet, hij komt lang. Voor. Laat hem dan eens een laat volle, rollen, die bal. Een volle amortistoot doen, dat zijn bal stil blijft liggen. Ja, maar dat durft hij niet. Hij wil altijd met een geel. Hij is toch te dun. Hij is te dun. Hij moet dikker. Hij kan niet dikker dan dit. Volle. Nou, volde en nou recht erin. Kijk. Ja. Mooi, die loopt je als je harder, maar dan loopt hij zelf lekker net. Nou, hij is wel wat dikker. Hé. Hey. Ja, oeh. Dat ben ik. Kijk, Harry. Wat blijf je? Nee. Dik aan de bal. Kijk, dik. Ja, maar nou ligt hij helemaal aan. Ja, dat maakt makkelijk. Nee, maar het gaat om dat dikke. Kijk, kan je rustig voelen? Kijk, dik. Hij moet recht naar voren. Kijk, dik. Zie je? Ja, dik. Maar dat is dus de discussie. Daarom moet je de bal eigenlijk gewoon aftekenen. Want kijk, als je dat zo legt, of dat hij nou zo legt of zo legt, dat is gewoon een wereld van verschil. Nou, aftekenen. Kijk. Hoe ligt hij zo? Nou, maar ja, ze hebben daar zo goed. Afgetekend. Zo ligt hij niet. Maar druk maar weg dan. Is het niet goed zo? Ja, druk maar weg. Nou, ik zou iets meer zo leggen. Zo. Zo, Jan? Nou, druk maar weg. Hij ligt eigenlijk hier in de lijn. Als hij hier zo zit. Nou, hij ligt in de lijn. Kijk hoe dik die hem raakt. Kijk. Hij maakt de lijn, er is gewoon niks aan de hand. Ja, laat, kijk, je kunt ze nou zo weer terugleggen. Zo. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, er is niks aan de hand. Ja, maar zo red ik het. Ja, dat weet ik wel. Nou, en nou dat met dat... Dus de discussie komt en nou met rechtse vee. En met links... Ja, die steeds zomaar even neer. Dan leggen ze altijd anders. En nou met linkse vee. Ja, dan raakt hij een beetje in de war. Ja. Nee, dan raak je ook in de war. We raken allemaal in de war. Nou met linkse vee. Hij moet dik. Je moet dik. Zeker. En dik, hè? Dik. En rustig. Tak. Kijk. Nou is het perfect. Nou, maar deze bal, die kan je 100 keer neerleggen. Dan maak je hem 100 keer. Maar als je hem steeds... Ja. Het legt iets anders. Maar goed, uiteindelijk... Maar Mike, ja, dat snap ik. Nee, dat zeg ik tegen jou. Ja, Ik zeg tegen Mike, jij doet het uit je eigen. Ja. Maar voor ons is dat mega moeilijk. Ja, je moet hem inderdaad neer... Jij zegt, dan maak je dat, doen we hier, dat we daar. Nee. Maar voor ons maakt het heel veel uit. Ja. Maar die dikte, daar gaat het om. Ja. Kijk, de dikte is goed, alleen iets te hoog aan de bal. En jouw bal, die komt nog aardig uit de band ook, hè? Harry, zie je dat? Kijk, hij speelt hem hier uit de band en dan komt hij hier helemaal naartoe. Dat mag wel niet, alleen maar zo. Dat is goed. Kijk, kijk, dat zitten in die stoot, hè? Zit jij nou echt, Jan, of niet? Dus echt dat je zegt van ik zit en je hoofd, jij kijkt over je bril heen nog steeds, hè? Nee, toch? Oké, en dan... Ja? Hebben we? Tjak. Deze is wel mooi. Maar. Ja, heel mooie bal, maar door de tegeneffect. Hij moet er in één keer op, want die band moet niet missen. Ja, je moet hem echt wel... Hij moet er in één keer op. Ja, je moet hem echt wel... Maar mee effect zit je goed. Ja, dan wel. Ja, alleen dan loopt hij even anders met de rode. Maar als hij dik raakt, dan... Als je hem goed dik raakt. Kijk, ja. Wat? Nee, je voeten die zouden wat meer naar voren kunnen en wat meer achterover gaan hangen. Ik denk dat je hem dan makkelijker indrukt met je arm. Die is wel mooi hoor. Ja, je hebt best een mooie afstoot heb je. Zie je, moet je kijken wat het beheerst. Maar dat zitten, kijk dat zitten, dat geeft wel goed effect. Hè? Kijk die stootlijn, nou, dat doen we allemaal wel goed. Kijk en dat achterover, een beetje dat achterover, dat klinkt heel raar, maar dat is wel een heel goed gevoel om die dikte. Kijk, om die dikte zo te spelen, of dat je zo staat. Ja. Zie je? Kijk. Ja, ja, ja. Nou is het voor mij veel moeilijker om te stoten dan dat, dan dat ik zo sta. Ja, zie je? Zie je? Nou. Ja, ja, ja.
Zie je dat, Jan? Ja, ik zag het, ja. Dus echt dat... Heel goed, ja. Oké. Dus zet je voeten maar overdreven hier neer, hoor. Die moet je eens doen. Gewoon eens doen. Helemaal naar voren, verder naar voren, allebei. En dan gewoon net alsof je uit die boot valt, zeg maar. Ja, zo, ja, achterover. En blijf achterover zitten. En dan gewoon mooi erin drukken. Effect? Nee. Nou, is meer, maar gaat die rooien gewoon goed. Jawel. Nog een keer. Kijk, ik zou gewoon, ik zeg het, ik kan dat tegen effect gewoon niet. Kijk, die trek je al te mooi eigenlijk, hè? Overbehand. Te mooi, ja. Ja, te mooi. Hier zit al veel te veel spirit in, hè? Nou ja, kijk, en uiteindelijk is het deze bal, hè? Kijk, die hadden we in de wedstrijd ook wel, deze, Jan. Dit is makkelijk. Kijk, dat is echt zo'n intrapper, dit. Ja, dit is makkelijk. Ja, maar het is een intrapper. Nou ja, hij legt natuurlijk niet echt erin. Oké. Die rooie. Ja, die rooie legt er niet in, kijk maar. Zie je dat? Maar niet harder. Maar die heb ik toch wel echt een paar keer mooi gespeeld. Anders moet je hem deze. Want als kijk, ik deze bal. Mag ja, ik deze spelen? Ja, ja, ja. Dan ga ik met z'n allen in de doekje. Maar het zijn een beetje intrappers, zijn het. Nou ja. Kijk, als je hem te dun speelt. Nou, deze moet hartstikke dik. Ja. In ene, keurig. Die is goed. Ja. Kijk, dat is hier, Jan. Ja. Maar dat was dat de enige goede bal die ik van Germ geleerd heb. Deze, ja. Die... Ik heb nog wat aan de man. Ja, serieus. Ja, want dan Germ komt er zo vaak voor. Ja, 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 ja. Die komt heel vaak voor gedaan. Ja. Kijk, en nou ligt hij aan band en dan wordt hij lastig. Nee, niet. Spelen ze dan? Moet niks uitmaken als je rechtstreeks erop gaat. Zou je zeggen. Ja, ja. Gestikt. Daar kun ik niks aan doen. Maar hij was perfect raar. Ja, zeker. Nee, dat krijg je hem er wel van. Ja, dat gaan we nou zien. En als hij hier ligt? Dan legt hij ook mooi. Ja, dat maakt niet uit. Maar wel uit, hoor. En jij, Harry? Ik, Harry. Ja, daar helemaal. Ja, dat maakt niet uit, hoor. Je trekt makkelijk die kant op. Het zit tussen je oren vaak, ja. Hè? Ja, je moet rechts effect geven. Ja, maar hij mag ook links, hoor. Maar het gaat om de dikte. Hij moet op. Ja, blijf staan. Hij is mooi. Valt niet tegen, hè? Nee. Valt niet tegen. Wel gewoon rechtsgevecht. Nou, weinig gaf je. Je zit er gewoon vol. Je moet vol in die bal. Ja, je moet vol in die bal. Ja, je gaf weinig, gaf je. Iets hier, de rechts dacht ik iets hier niet. Dat is een trick, ga ik hem ook eens proberen. Het is natuurlijk een mooie, moeilijke bal. Ja, moeilijke bal, maar je moet precies goed vol in die bal zitten, want dan mag de bal niet raken. Je moet hem echt durven, hè? Ja. Het is wel een mooie bal, is het ook. Kijk eens. Ja. Achter de deur, man. Te dik zelfs. Ja, je moet meer aan die kant zitten. Nou, want hij ging via de band. Nee, in ene. Oh, hij ging rechtstreeks ook deze band. Hij zat wel aan die kant. Dus ik zat hem gewoon in ene. Ja. Hij mag de band niet raken. Dus deze was te dik. Maar je moet wel dik, hè? Ja, je moet dik. En dan speel ik hem met... Dat hij bijna dood ligt. Met tegeneffect. Met tegeneffect. Kijk. Hij heeft geen band geraakt nog. Deze toch? Nee. Nee. Ik heb geen band geraakt. Waarom is hij dan mis dan? Nou, hij is iets te dik nog. Iets te dik. Nee, totaal geen band. Maar. En dat met tegeneffect was dat. Kun je nagaan, hè? Maar het is natuurlijk heel precies. Het gaat om die dikte, hè? Ik ga wel niet tegeneffect aan de slag, maar ik ben er al lang niet klaar. Kijk, die is net wat ik had, zeg maar. Ja. Alleen, er zit nu mee-effect aan, hè? Ja. Ja, ik trok hem met een vleugje tegen. Een vleugje. En wat scheelde het? Nou ja, hier komt hij. Kijk, nou speel je hem echt overboond. En dan zie je wat voor bal je maakt, hè, nu, hè? Maar nou was de stoot ook niet echt goed lekker. Nee. Dat was een beetje een wilde, onafgemaakte stoot, noemen wij dat eigenlijk. In het vak, Jan, het vak. Ja, dat ken ik niet. Ik ken niet meteen. Maar je moet echt... Wat moet je doen? Gewoon maken dat ding, Jan. Ja, een beetje omhoog. Een beetje kin omhoog. Kin omhoog. Maakt het net ook zo mooi. Beetje capsones. En mooi dik in rood. Hebben, tjak. Hoeft niet hard. Kijk, je gebruikt nu kracht, hè? Ja, dat is het probleem. Ja. En dat... Ja,
Ja, dat is moeilijk. Ja, een onzinnige bal om zo. Nee, is een prachtige bal. Nee. Een goede training is het. Goede, je moet gewoon. Kijk maar naar Harry, die gaat er goed in. Let op. Kijk maar naar Harry. Die gaat er goed in, let maar op. Kijk eens, en staan blijven. Kijk. Kijk, Harry. Nee, Jan. Oh. Dat gaat naar. Je maakt je stoom, je ram hem een beetje. Je moet gewoon rusten. Ja, je moet hem erin duwen. Ja, want die bal hoeft niks te doen. Nee, het is mooi soepel druk. Het hoeft niet hard, Jan, maar gewoon netjes. En rood spelen. Kijk, dit is mooi gestoten, alleen niet de juiste dikte. Nee. Maar spelen. Nou, ik ga een tip geven, Jan. Maar spelen. Dat komt. Ik zei nou, dat is het. Spelen nou eens met. Ja. Ik ga het niet maken, maar ik ga het wel vertellen wat jij nou doet. Je moet er gewoon, dat zeg maar ik ook altijd, als je die trekbal maakt, je moet dichter tegen die bal aan gaan leggen. Dat 1, 2. 3 en dan doet erin. Ja. Maar jij staat er veel te ver vanaf en dan krijg je zo'n zwabberstootje. Ja. Probeer dat nog maar eens tegen die ballen. Ja, rustig voelen, niet te lang voelen. Kort voelen en dan lang erin. Dat zeg jij altijd tegen kort, mij, dat doe ik nou ook. Kort voelen en dan lang weg. Dat werkt, ja, een lang weg. Ja. Omdat het dan een mooie lijn wordt. Rustig en niet, geen kracht. Kijk, daar gaat hij. Ja. Technisch is het goed. Ja. En spel nou eens met tegen, hè? Hetzelfde. Ja. Maar dit is wel een goede tip voor jou, Willy. Omdat jij me dat vertelt. Ja. Dus kort. Anders ben je wel onbouwelijk hoor. Ja. Ik kan het niet gelijk, maar ik weet wel wat je zegt. Ja, maar je moet je gewoon concentreren op je kort, ja, lang. Belangrijk. Die is te dun. En dan nog, hè? Kijk, als je dan een dunne bal maakt, want kijk, als je hem dun trekt met tegen, dan gaat hij dat doen. Hè? Kijk, zie je, dan zou je nog een kunsthoop maken, bij wijze van spreken. Dus nou, dik raken, kort, lang. Alleen maar rood wegduwen. Iets te dun nog. Kijk, nou ging hij over band, zag je het? Ja, over band. Kijk, en dan is hij niet slecht als je hem daar speelt, hè? Over band, hè? Met tegeneffect, hè? Ja, ja, ja. Want uiteindelijk leer je ook weer. Het is wel ingewikkeld, hoor, met dat tegeneffect. Als je het ziet lopen, dan denk je, oké. Maar je kan je nagaan, hè? Hier komt hij, met tegeneffect. En het heeft alleen maar met zijn dikte te maken, dat hij te dun was, hè? Hebben en dik. Kijk. Nou is hij een fractie te dik. Maar hij wilde nog wel heen, hè, door het effect, hè, zie je? Hij blijft zoeken, hè? Ja. Kan het stoppen, maar je brand gaat erin. Ja. Ik vind het wel. Het is wel een goede stoot om te oefenen ook, hè? Om hem echt goed te spelen. Dus. Het is een mooie stoot, het is een makkelijke stoot, maar technisch. Dit is goed voor je techniek. Ja, Jan, het is goed voor je techniek. Kijk, dus de juiste dikte. Voelen. Mooie voorhand. Voelen, juiste dikte. Kijk, en dan gaat hij. Rustig blijven staan, zie je? Kijk. Zie je? Als jij dat aan gaat leggen, dan leg je ook vlak bij die stoot. Maar dit is wel een hele goede tip voor jou, omdat dat kort... Ja, maar dat zit jij ons te vertellen. Ja. Dat komt van jou af. Ja, maar ik vind het lekker dat jij dat even meldt, want je ziet het gewoon gebeuren, dat gewoon goed gaat. Ja, maar ik probeer alles te onthouden, want dat moet je onthouden. Want je ziet hoe mooi deze gespeeld is, hè? En terwijl ik gewoon alleen maar aan mijn techniek werk. Ik heb het ook even gestoken, maar ik zeg, ja, ook tegen mij, dat moet ik zo niet. Dan doe ik het ook niet goed. En dan verander ik dat. Dan is het goed. Dat is mooi. Dus twee een beetje schade. Ja. Maar vooral die rust erin brengen. Rust, dat is het belangrijkste. Kijk, voelen en dan echt die rust. Ja, iets te dun, zie je? Kijk, jij maakt nu een bandstoot eigenlijk. Hij raakt de band. Kijk, terwijl je rood best wel mooi speelt. Maar je raakt hem iets te dun. Iets te dun. Ja, fractie. Daar pak je die band pak mij weg. Ja. Dus je moet gewoon te dik blijven zitten. Ja, dat is het. Niet dunner willen. En dan hebben, tjak. Kijk, keurig. Nee, nou zit hij 100%. Kijk, dit is technisch heel mooi. Ja. Moet je kijken, je trekt nu een bal met tegeneffect hier naartoe. En die erbij. Moet je voorstellen dat je nu zo'n bal maakt, hè? Met deze techniek. Dus deze bal, die trek je er zo op met tegeneffect. Doe nou maar. Kijk of je nu naar de hoek gaat. Dat zal dat toch wel zijn. Hij is doen staan. Dat weet ik niet. En dan gewoon technisch trekken, net als net. We zijn er nog op, We zijn er nog. Niet te geloven. Dat is biljartbedrog, is dit. Nee, maar vaak denk je aan iets wat niet goed is dus, hè. Kijk, nu denk je aan die gele bal met tegeneffect erop trekken. Maar je weet nu ook een beetje, je hebt die lijnen een beetje gevoeld. Dus je voelt gewoon heel veel. Met die. Kijk eens. Nou wil je alleen maar naar die boom toe. Nou wil je alleen maar naar die boom. Hoe is het mogelijk, hè?
Dus nou mag je in ene erop trekken, en hè, ja, mooi dik. Ja. Maar hoe komt dat? Omdat je nu echt dik in de bal wil. Ja, ja. Maar je zit niet echt dik. Zie je, kijk, nou is hij te dun. Ja. Maar je zou bijna zijn vier bal maken, hè? Ja. Kijk, en dat is dus... Ja, hier word je leeg van, hè? Want dit is best wel... Dit is concentratie, dit zijn zware ballen ook, hoor. Maar het is gewoon leuk om het eens even goed te voelen. Ik zie dat je gewoon je dikte kwijt bent, Jan. Ja. Ja. Dus ik geloofde even dat Jan een topbiljarter was. Even. Harry, trek jij hem even in één keer op. Op deze? Ja, met dat tegeneffect. Gewoon in één keer erop trekken. Ja, gewoon met links effect en dan in één keer erop trekken. Dus niet overbehand, maar een mooi trekken ook, hè, wat je net ook deed. Gewoon lekker soepel, tjak. Kort, kort, lang. Bandje, hè? Ja, nou mag je dik en dan doe je het ook niet, hè? Mag je klein? Want ah, ja, mag wel. Kan ik even beter lang. Ja, kun je hand even mooi neerzetten. Ja, goed, leg hem toch zo neer. Dan kun je hand... Dat is mooi klaar. Ja. Dus dik raken en trekken. Ja, maar kijk hoe mooi ook naar de hoek, hè? Ja, maar nee, maar dat is de grap, hè? Ja. Dat is de grap. Dus je denkt dat je een geel... Ik ook zo. Hey. Ja, ik ook zo. Maar ik bedoel, dan zit ik toch te kloren. Nee, maar kun je nagaan... Kijk, dit is een cruciaal... Maar hier leer je dus zoveel van, hè? Kijk, want een punt maken is allemaal leuk, maar je ziet het, hè? Kijk, die lijnen voelen, hè? Dus je voelt alleen maar de dikte, die weet je, heb je al eens gespeeld. Nou mag je dit spelen, ga je even goed naar die bal toe. Dus je moet bij deze bal altijd dik zitten. Maar hij moet echt heel dik om bijna in ene erop te spelen. Ja, maar ik zou, maar als deze zo leg, zou ik mezelf via de band houden. Ja, natuurlijk. Maar we hebben het even over wat we zien, hè? Want het effect, dat is nou een probleem. Ja, maar nou, dat is niet helemaal waar. Het gaat om je dikte. Het is echt die dikte. Kijk, die dikte. Kijk, zie je? Nou ben je te dik, zie je? Ja, goed, maar ik kom nou wel. Ja, en gedwongen, hè? Je hebt hem echt gedwongen. Ik kwam nou wel van de band af, dus dat was wel goed. Ja, en je raakt helemaal geen band, hè, op deze manier, hè? Nee. Dus technisch, en ook geen klos of zo, hè, dat hij zo dicht bij de band ligt. Dan ga je echt heel veel angsten oproepen als je ballen aan een band hebt, denk je oeh. En dan ben je helemaal, maar wat is dus ook weer belangrijk? Concentreren op je bal 2, dus op je dikte. Ja, nou, dit is zuiver bal 2. En dat is eigenlijk en dat misten we ook een beetje in de wedstrijdjes. Ja. Dus op dikte erin drukken. Maar Jan was dat toch? Staat de film, hoor. Ja. Dan moet je er gewoon serieus naar gaan kijken. Ik heb alle films heb ik helemaal serieus naar gekeken. Echt. En dan moet je eigenlijk mijn telefoon naast jouw telefoon, dat je dat ziet, met die twee filmpjes naar elkaar. Dan moet je kijken hoe jij stoot en hoe ik stoot. Ja, dat is een wereld van verschil. Ja, dat verschil was goed te zien, ja. Dat is gewoon mega. Jij was echt met bal 2 vet bezig. Ik was echt op bal 2, ja. Zuiver erop en relaxed en tik en jij... Dat was dat laatste filmpje, was dat. Echt waar, gaan we kijken. Maar je ziet het nu ook met deze bal. Kijk, want het is helemaal niet de kunst om hem te raken. Nee, het is de kunst om bal 2 goed aan te spelen. Kijk eens. Terwijl je een ene erop wil, hè? Zijn die jullie dan nog beter? Ja? Heb je die film? Jazeker. Weer een andere film. We hebben helemaal seks gehad. Mag ik nou gewoon met gewoon zonder effect doen dan? Ja, mag ook, ja, tuurlijk wel. Dat is steeds een tegeneffect, hè? Dus ja, precies, maar je geeft maar een beetje tegeneffect. Ja, maar het is niet dat je heel veel geeft, maar het gaat erom dat je die dikte voelt, snapt. Ja. En kijk maar wat er gebeurt. Niet goed. Keuren? Nou ja, niet slecht. Kijk, Piet, hij wil hij wil met rood, wil hij de... Wil je de gele bal raken? Dus in ene zonder een band rechtstreeks naar geel. Geen band, hè? En die rode moet. Ja, kijk, als je in ene gaat. Dat, nou, hij moet gewoon. De rood maakt niet uit, hij moet in ene erop. Hij is hier ene. Moet je kijken, Piet die. Kijk, die is dik, zie je? Kijk, die kent het wel, hoor. Kijk eens. Kijk eens, Harry. Ja!
Ja, hij is super, hij is super. Ik heb er even wat gemist al. Ja, hey, ja, hij heeft alles opgeslagen. Hij heeft even met zijn manager gebeld. Eigenlijk, als je zo'n bal maakt, moet je gewoon stoppen. Ik ben je gelijk klaar. Piet, hem trek nou eens naar de hoek toe. Trek hem naast naar de hoek toe. Ja. Piet, ja, Piet legt hem al doen. Nee, die gele gewoon hier laten liggen. Ons legt altijd hier, weet je. Oh, sorry. Sorry. Wat een boef, hè? Hij wil hem even... Dus naar de hoek toe, hè? Nee. Zonder band. Geen band. Ja, toch... Hij is mooi raak. Hij is naar de hoek raak de band, hè? Als je ja. Misschien bandbal. Ja. Hij is wel mooi raak. Maar kijk, wat bedoel je dan? Nee, jouw bal. Je mag niet de bal raken. Hij moet rechtstreeks van rood naar de hoek toe. Dus deze ligt hier voor pek en bonen, ligt hier, ja? Ja, maar als je hem in één keer raakt, krijg je mijn biertje. Ja, je mag geen bal raken. Geen bal. Je mag geen bal raken, maar je mag hem niet mee. Hier nee, vooral langs de bal. Ja, dat wel. Maar zie hem eerst maar langs die band te laten plakken. Te dun. Nou ja, je had hem net wel heel mooi in ene erop. Maar. Kijk, band. Kijk, dit gebeurt gauw, hè? Ja, pak die band, dat mag niet. Nee, heb geen band. Nee, heb geen band. Nee. Dus hij moet iets dunner. Ja, precies, ja. Ja, maar dat is wel. Nou, dan mag je echt wel een nieuwe beeld over, want dan raak ik echt de band hier. Nee. Kijk maar, Harry. Ja, nu wel. Ja, nu zeker. Ja, maar ik weet het niet. Dat is geen gekke raad. Maar het was ook geen tegen. Hij was ook dun. En bovendien, je kan ook wel zien dat hij de band raakt, want anders komt hij rooi gewoon rond en die komt bij hem niet rond. Nee. Dan raakt de band constant. Maar net wel. Nee. Ik zal hem gewoon een beetje gewoon maken. Vol rood. Ja, je moet gewoon eigenlijk die bal er in één op willen trekken en kijken of hij dan naar de hoek gaat. Nou, dat is wel netjes, ja. Ja, die kijk je niet missen. Nee, dat is goed. Ja. Toch? Dus kijk, voor Piet mogen we hem hier neerleggen. Ja. Nou, Piet, we gaan... Nee. Oeh, te dik. Nu, hoor. Ja. Ja. Je moet niet luisteren naar Jan, hè. Je moet je gevoel... Ja, als je nou zo wil, hè, dan is het makkelijker. Nee. Als je serie meer kent, dan is het nog makkelijker. Hij legt wel heel makkelijk, maar dan legt hij kort. En toch is het zijn, als je ze krijgt, zulke ballen, en je durft het, maar het is, je moet er echt een beetje in groeien. Je moet je in groeien. Kijk, zie je hoe goed hij erbij zit, hè? Maar geef nou eens dat tegeneffect. Ah ja. Geef nou eens dat tegeneffect. Eens kijken of het dan nog zo fout gaat. Ja, dan gaat het misschien wel beter. Is te dun, sowieso. Ja, maar met het tegeneffect, dan moet je... Hij moet zuiver, hè? Ja. Het moet zoveel... Helemaal klopt. Dikker. Ja. Ja, veel als, dikker. Ja, je moet veel dikker als... Ja, laat me zien. Ik wil het zien. Ik wil het gewoon zien. Dat hij dik gaat. Dat is ook de intentie van het tegeneffect. Om de stootbal af te remmen. Ja. Dus als je dikker gaat, rem je al af. En met tegeneffect rem je normaal. Maar dan... Op je derde bal blijf je daarbij. Nee, maar dat duurt bij mij ook een tijdje voordat ik het in de haak. Ja, maar dus je moet echt dik. Echt veel dikker. Als ja, maar kijk maar, als hij echt dik is met tegenwicht, kijk wat hij doet. Ja, kijk, nou is hij te dik. Maar gaat wel over zijn hand, hè, zie je? Ja. Maar kijk, dan maak je daar het punt weer, hè? Ja, dan is het dat. Is toch, dus als ik nou dit neerleg, Piet, voor jou met tegenwicht. Ja. Ja. Ja, dan moet je makkelijk zeggen. Niks zeggen. Dan is je makkelijk, want daar is de speler. Kijk, nou trek je hem weer met tegenwicht erop. Ja, dat heb je al een keer al zo. Ja, met tegeneffect. Dat is overband. Dat mag niet ook. Nee, is die overband? Deze is overband, ja. Dus die is te dun, sowieso. Kritisch? Dat zie je ook. Kritisch? Ja, overschool dit hoor. Ja, overschool moet je rechtstreeks. Dus rechtstreeks met tegeneffect erop trekken. Kijken wat voor afwijking erin zit. Ja, dat is mooi hoor. Dat is toch wel mooi. Ja, Piet zoekt wel goed zijn dikte, hè? Ja. He? Ja, maar hij kan niet iets dat is wel gevaarlijk, toch? Ja. Nou, gevaarlijk. Zie je, gevaarlijk. Hij praat angst omdat die bal een beetje aan bal is. Met tegeneffect, hè? Ja, met tegeneffect. Ja! Dat hadden wij ook al. Dat raak je nog goed. Ja. Dus er zit altijd wel een keer een foutje in van dat hij naar de hoek gaat, hè? Ja, grappig is dat, hè?
Ja. Dat is toch grappig? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, maar nu zeg je natuur dat hij hier komt en hij komt hier. Ja. Toch, Piet? Ja. Dus hier voel je wel heel veel mee. Het is ook een mooie bal. Kijk, laat maar rollen. Kijk, je maakt bijna een mooie drieband, hè? Kort, 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 lang, kort, kort. Met tegeneffect over de bal. Maar ja, dat zijn allemaal balletjes. Ja, die kun je gewoon een beetje, die kun je een beetje testen, mee testen. Maar ja, het vertrouwen hebben in, hè, Harry. Dit zijn natuurlijk extreme gaten, hè? Kijk, en we leren heus wel. Kijk, door een beetje te oefenen op dikte. Het is natuurlijk knap, hè? Dat is knap, hoor. Kijk. Nou ja, Harry, wil ik ook nog wel zien. Ja, als Piet het kent. Ik zag van een week zag ik een driebollen van die Seiner. Ja? Hoort die? Seiner, die Turkse man. Die Turkse kerel. Die ging er tussendoor. Jezus, slagen hier zo. Ik weet precies wat die neerlegt. Zo. Ja? En hij stoken. Ja. Kijk, 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 kijk. Oh, geweldig dit. We hebben gefocust op die hoek. Ja, maar hij legt het voor jou makkelijk neer, hè? Want nee. Je moet een goede klant hier, hè? Nee, maar hij wou hem hier hebben. Oh, daar. En dit gebeurt er dus. Hij heeft zijn gedachten, Piet. Ja? Zijn gedachten heb je op die gele bal. En hij gaat gewoon naar de hoek. Met tegeneffect. Dus dan voel je wat je dus bij het moet zoeken. Kijk, dat komt vanzelf, hoor. Want je gaat natuurlijk niet steeds jezelf stoten, hè? Ja, het is mooi. Dit is wel goed. Is toch prachtig? Nou weet ik waar ik wezen moet. Ja, dus je leert hiervan, Harry. Ja, gezellig. Het is gewoon echt een leerzaam balletje. En ik leg hem even extreem neer, maar hier word je wel rustig van met trekstoten. Laat ik terug laten komen, moet je constant. Dat scheelt. Dan maak je een bal. Ja, van los, ja. Ja, dan moet je hem even zo neerleggen. Zo is het. Ja, hij kon er net aan tussendoor. Heb je gezien? Ja. Ja, dat was niet normaal, hè? Hey. Dus deze bal bedoel je. Zo is het toch? Ja. En dan moet je het voelen, hè? Je moet voelen dat hij er tussendoor gaat. Oh, ik maak een punt. Oh, nee, maar ik vond het wel een beetje van een flik. Heb je nou drie banden? Ja, maar die heb je wel 10 keer neergelegd, hoor. Ja. Kijk. Ja, hij heeft. Ja. Toch knap dat je zo'n bal trekt. Ik bedoel. Ja, dat had een maat gevoel. Ja. Kijk, en normaal gesproken, dan ga je over band. En hoe zou je erop heen staan, zo'n bal? Kijk, normaal gesproken ga je dit misschien zo spelen. Van, ja, zo ja. Dat met de mee-effect en dan. Ja, zo zou je doen, ja. Dan ga je dat zo spelen, weet je, effect en dan even te dik, zie je? Oh. Kijk, op zich. Die kan je wel zo maken, hoor. Op zich ook goed, hoor, tuurlijk. Maar kijk, als je nou je trek. Kijk, en nu hebben we een grote trekstoot neergelegd, maar als het nou zo ligt. Nou ja, dan is het. Dan zou het nou. Dit is dezelfde bal, hè? Wat om te trekken bedoel je? Ja, die kan je gewoon van geel in ene, van rood in ene erop drukken. En dit is dezelfde bal, of je nou aan de band ligt of. Alleen hij ligt nu klein. Ja, je moet een keer krijten. Leg hem eens even terug. En dan denk je, er ligt een klein trekstootje, ligt, hè? Ja, maar die rooi moet ook weer terug, hè? Mm-hmm. Toch? Ja. Ik zou zelf via de band spelen dan. Ja, maar we hebben het nu even over trekstoten. Ja. Druk hem maar weg. Zie je, kijk. Ja, maar dit doe ik veel. Het is niet slecht, hoor. Dit is niet veel. Slecht. Om in een balklijntje te spelen. Kijk, en vooral als je zo ligt ook, kijk. Dus dik raken, je geeft het contra. Komt er wel mooier bij dan, hè? Rustig. Balken spelen, ik probeer thuis ook veel. Dan probeer zeker maar in die balklijn te spelen, hè, terug. Ja. Kijk, en natuurlijk kan je het over band spelen, maar als je dit. Kijk, en je kan hem nu ook zo effect geven in ene drop. Maar je ziet dat dit, hè, omdat hij schuin ligt. Kijk, zie je, als je nu hier geeft, in ene. Komt hij weer in de hoek. En dan krijg je dit, hè? Kijk, ja, zie je? Voorlangs. Kijk, en die gaat naar de hoek. Ja, precies. Ja. Dus als hij zo ligt, Harry. Je maakt hem langer. En dan geef je dus links effect. En dan trek je hem eigenlijk daarheen. En als je die andere kant, dan heb je de neiging om daarheen te gaan. Hè? Ja. Ja. Grappig is dat eigenlijk. Harry, het alleen probleem is natuurlijk nog steeds links. Je moet het allemaal klooien, hè, Harry, dit. In ene erop. Maar normaal zijn we op een band spelen, weet ik wat. Maar goed, trek hem, druk hem maar eens goed in rood. Alleen maar rood. Kijk, te dun, zie je? Ja, omdat ik links ben, sta ik niet eens goed bij. Nou, dan gaan we leggen. Een gewoon beetje vrijer leggen van mij, namelijk. We hebben verder een beetje neer dat ik gestoten ken. Of deze kant op. Ja, zo ja.
En die deze kant op, ja, dit is beter. Maar ja, nou, daarna sta ik zelfs jullie. In de praktijk kan je dat ook niet zeggen. Nee, maar we zijn aan het trainen. Nou sta ik zelfs als jullie. Dus ik moet kloten en jullie mogen lekker rustig wat relax alles doen en Harry mag kloten voor jou. Ja, nou, trekken op die bal. Ja, zei hij. Hebben en trekken. Hij is te slap in rood, hè? Ja, maar te slap in rood. Te slap in rood. Je moet alleen maar rood wegdouwen. Rood. Ja, te slap. Ja, het is te slap. Maar hij is wel netjes. Hij is wel netjes. Ja. Nee, dan moet je dat de volgende keer meenemen. Ja, dat doe ik, dat mag je dan niet doen, dan, Piet. En nou erin. Stop. Tjak. Nou, dan gewoon even meer in. Kijk, nou hoor je hem, hè? Ik ga allemaal. Met Harry kan je altijd alle kanten op, hè? Ja. Behalve de goeie. Kijk, en als je dit... En als je, ja? Nee, maar je kan hem ook over band spelen, dat doe ik altijd. Ja. Maar je ziet hoe leuk het is als je hem eigenlijk in ene erop trekt en goed in die dikte. Maar die heb je hier geleerd, hè, die dikte, nu met dit soort ballen. Kijk, die is te dun, zie je? Ja, als je dat komt via de bal raakt, niet meer. Dan moet er een. Hij moet er in nog vol erop. Ja, en hij ligt een beetje schuin. Hij ligt een beetje schuin. Kijk, er zit te veel trek in, hè? Kijk, hier zit te veel trek in. Zijn bal is te ver weg, dus er zit te veel trek in. Ja, maar je moet bij de derde bal blijven liggen. Ja. Dat is een truc. Je was eigenlijk een wildestoot. Ja, te veel trek, dus Ja, dat is ook wat hoger. Ja, iets hoger dan de bal. Ja. Ja. Voelen, druk. Hebben, druk. Ja, kijk, dat is goed. Ja, kijk, en dat tegeneffect, dat maakt die wat langer eigenlijk. Ja, dat maakt hem langer, ja. Zie je het. Zie je, dan wordt hij hier wat langer, Jan. Ja, ik heb het knap. Dus, ja... Nou. Maar het is van belang met die bal dat je eigenlijk bij drie blijft. Want waar twee komt, of je nou hier komt of daar komt, er niet zo heel veel te zwaar. Ja, nee, precies. Maar dat is altijd. Nou, waar we deze bal nog even spelen, ken je hem nog? Welke was het ook alweer? Van geel in ene erop. Van geel in ene erop? De wit is je bal. Oh, ja. En dan overbald, zonder effect. Dan moet je op dat doen. Dan gaan we weer, Piet links. Dat kan ik allemaal wel, maar ja, dan moet ik wel dansen. Hè? Maar, oh. Hij is links. Hij is links, het is toch wat, hè? Het is toch wat. Nee, wat een grapje. Ja, lastig, Piet. Ik ben een lastig voor kinderen, hoor. Ik zie het. Heb je met die links... andere kant langs, hè? Hij moet via band. Wat moet die? Via band. Voor welke band? Via de lange band, in ene erop. Lange band? Ja. Bal, band. Hoezo? Ja. Ja, wel. Jawel. Ja, dat wel. Ik ben op de verkeerde kant staan. Onderaan je bal. Ja, ik sta goed. Onder, half dik raken. En gewoon trekken, zonder effect, trekken. Ja, zonder effect? Ja, gewoon pok. Gewoon trekken. Zo, nee, trekken. Ja, die hebben we nog nooit gedaan. Meen je dat dan? Nee, zie je. Kijk, hij moet zo. Dan wist ik het wel. Ja, dan snap ik het wel. Ja, we snappen wel hoe je moet. Kijk, onderaan je bal. Ja, 1, 2, 3. Hij is te dun, zie je? Kijk, die rode, die gele, die komt verkeerd. Die gele komt verkeerd. Ja, die komt verkeerd. Geel moet er dan bij natuurlijk. Ja, je moet echt goed dikte spelen. Dat moet je zeggen, geel er dan bij komt. Kijk, 1, 2, 3. Goede dikte. Kijk, 1, 2, 3. Ben je geeft een klein beetje rechts? Nou, helemaal niks eigenlijk. Je moet gewoon op lang. Het is gewoon maar trekken. Over. Gewoon trekken. Ik wil die draai. Nou, ik heb het gezien. Kom maar. Leuke bal, hè? Ja, mooie bal. Leg je goed zo? Ja. Dus dat is als je, kijk, het ligt natuurlijk heel vaak zo dat je dan... Ja, dan ga je in de ronde. Ja. En terwijl je eigenlijk als je onderaan je bal zit, zonder effect en de juiste dikte, gewoon erin trek als het ware. Gewoon niet wild, maar netjes. Tjak. Dat is te wild, zie je? Bijna goed. Oh. Ja, kijk, maar rood. Verhoging, hè? Rood is al mooi. Dan mag je wel eens keer een bal. Mooie bal, hè? Ik denk er even kruid op doen. Ja, ik mag me lullen, Jan. Maar kijk, het is wel moeilijker dit voor mij. Let op jullie strak, man. Hoe mag het jullie zijn? Hij gaat al dichter tegen die band. Ja. Zo. En wat maak je daar? Hij gaat al dichter bij die band weer hier. Dan raak je heel snel die korte. Onderaan je bal. Die korte. Onderaan je bal. Hebben, tjak.
Kijk, die is die mooi. Je weet toch niet, maar doet het wel, hè? Tempo, tempo, tempo. Ik vind het wel mooi. Tempo, ja, tempo, 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 tempo. Tempo, tempo, tempo. Even voller in rood, zeg maar. Ja, je moet je keuken goed vasthouden. Zo'n band komt voor. Ja, heel vaak. En je gaat vaker ga je maar één optrekken, terwijl dit eigenlijk... Maar best ook vaak ronden of trek hem één keer op. Ja, dun. Maar dit is best wel een leuke optie natuurlijk. Dit is een hele mooie bal. Kijk, je trekt hem nu niet, hè. Witte geel is wel goed, zie je? Je zit ook een beetje weer onder de door. Je moet hem trekken. Benjamin, dat is ook mooi. Onder aan je bal en erin trekken. Beetje diep aan je bal gaan zitten. Ja, niet te diep natuurlijk, maar gewoon... En dan tjak. Je trekt hem niet, je trekt hem niet. Je schiet hem. Jan maakt er een twee banden van. Hè? Hij speelt nu een lange band, korte band. Dat moet niet. Hij moet lang. Je moet hem meer. Nee, maar dat geeft niet. Trek, gewoon een trekstootje. Maar niet aan de rode bal denken. Gewoon aan je keu denken. Recht erin. Zo, ja, kijk. Zie je hoe makkelijk? Ik heb heel lang. Kijk eens hoe mooi. Zie je hoe makkelijk? Hier, wereldstoot. Ja, ik vind deze mooier als je het nou niet. Ja. Nou, zie je dat je gewoon met die keu er weer in moet, Jan? Hebben. Tjak. Kijk, hoppa. Heb nou de smaak te pakken. Ja, super. En jullie zien ook wel dat dit is wel staat. Mijn bal stopte gewoon gelijk precies hier bij zijn derde bal. Maar Jan, het was er zelf al erop. Dankjewel. Proost. En dat mag dan weer niet eigenlijk. Kijk, en hij kan natuurlijk ook dun. Kijk, je kan hem ook zo spelen, hè? Kijk. Als hij zo ligt. Kijk, dun. Dun in de ronde. Kijk, dan moet hij... Mag je geen effect geven? Ja, juist, ja. Nee. Jawel, want dan gaat het via drie band. Kijk, dun en dan een beetje... Kijk, je laat hem dun erin vallen, kijk. Kijk, nu gaat die gele gaat ook naar de hoek toe, zie je? Ja, dat heb ik klaar. Dan duurt het ook nog uit. Ja, is even te klosseren. Die klos is dodelijk, maar... Je ziet het, hè? Ze liggen daardoor ook in de hoek, als je hem dun wegtikt. Maar dat is dan toch weer een beetje een gevaarlijke bal. Zo, dan je rechter. Kijk, als hij zo ligt, kan je hem dun rondspelen. Maar zo, kijk, nu kies je gewoon voor dit. En als hij zo ligt, ja, dan is dat andere ook... Geen effecten. Kijk, dan zou je hem in één erop kunnen trekken. Ja, nee, maar nu ligt hij niet goed voor dun, hoor. Ja, hij kan wel voor drie banden dun. Maar kijk, het gaat erom dat je... Zo. Voor die bijland, zo zat jij het er ook net in. Jawel, maar ik speelde geel dun met veel effect. Ja. Dun, vooral dun. Hoog aan je bal, of naar zijkant bal. Check. Ja, hij is veel te dik. Dat dunne, dat is natuurlijk om hem wel over te laten. Ja. Maar dat kan ook zo liggen, kijk, het kan ook, kijk, zo kan het ook liggen dun, kijk. Zie je, kijk, dan kan je ook nog een beetje dun, een beetje vlotjes. Zie je, kijk, een beetje vlotjes, kijk, dan is hij misschien iets te sterk, zie je. Maar je speelt hem wel mooi bij, hè. Zie je. Ja, omdat hij dun is. Kijk eens, nou, het is eigenlijk een mooie bal, kijk eens. Dat is mooi, hè? Dus dan ligt het zo, kijk. Dan ligt het zo en die ga je heel dun met een korte klap. Want je zag dat ik niet droog, hè? Het ging er vrij vlot in, hè? Dus heel dun. Heel dun en tjak. Een beetje tempo maken. Kijk, zie je? Kijk, dat, ja. Dat houden van die gele bal, hè? Kijk, ja, hij moet dunnen, ja, hij moet dunnen. Hij moet dunnen met heel veel tempo. Met heel veel tempo. En dan het effect moet het werk doen. Dus je moet hem dun met heel veel effect spelen hier. En dan moet het effect het werk doen. Hebben, tjak. Kijk hoe dik, zie je? Hij is gewoon dik, hè, nu, hè? Dus dan is het weer een kwestie. Ik denk dat ik godverdomme maar ga doen. Ja, dat denk je maar gewoon, ja. Meen je dat nou? Meen je dat nou? Heel dun. Zo dun mogelijk en heel veel effect en een mooi klapje. Tjak, heel dun, hè? Kijk, dit is al beter. Kijk, nou stoot je misschien iets te zacht, weet je, maar... Ja, dat maakt nou begin, is nou goed. Ja, dit is al heel netjes, zie je? Perfecte bal, Jan. Kijk, en als je ze dan zo weggeeft, ja, dat is dan een beetje pech. Kijk, en het kan ook nog een keer zo. Kijk, dit, als het zo ligt. Kijk, je kan het ook nog een keer dik van de geel spelen. Kijk, in ene erop. Voelen. Dus dan ga je de juiste dikte weer spelen, dat geel rond gaat. Dus
Kijk, iets te hoog aan mijn bal, zie je? Kijk, dan gaat die gele goed, maar mijn bal is iets te hoog. Maar wel een mooie stoot, zie je? Zie je? Dus je speelt geel, speel je dik. Kijk, als je dieper zit, je moet het met je hoogte zoeken, voelen. Voelen, goede dikke klap. Ik kan nog ietsjes lager, zie je, voor de tempo. Maar het is al een mooie stoot, zie je. Ja, moet je, als je zo'n bal maakt in de wedstrijd, dan... Ja, maar toch is het een kwestie van gewoon goed in je dikte blijven staan, hè. En niet bang wezen, maar hij moet wel dik, want anders dan klost hij. Een steviger in. Zie je, iets lager in je bal. Kijk, geel is goed, hè? Ja, maar kijk, niet lager dan de bal, denk ik. Ja, iets lager dan de bal, ja. En goed stevig, stevig rood. Of geel. Hebben, tjak. Hey, die klos. En er mag geen rechtseffect aan zitten. Dat is niet zo slim. Nee, dat is niet slim. Want dan gaat hij tegenwerken. Oh. En dan gaat die recht lopen. Ja. Je kan beter iets links geven. Maar liever, ja, geen. Maar het gaat om die dikte. Kijk, die is iets te hoog aan de bal. Zie je? Want nou pak je een band. Moeilijk, hè, biljart, hè? Godverdomme, nou, man. Dat is lekker. Je moet eigenlijk alleen maar geel spelen. Hè? Want die, je hebt hem al een keer heel mooi gespeeld. Ik wil hem nog een keer doen. Mooie bal, hè, Piet, hè? Ja. Mag je hem nog een keer doen? Aan de andere kant, hè? Mike, je zou het ook kunnen doen met... Hè? Je zou het ook... Ja. Ja, met die met een boek, hè? Ja, geweldig. Ja. Wel echt. Ik denk dat hij verbaasd gaat. Ja. Maar dan kijk ik wel met die eenbanden nog een keer met hem doen, met dat boek erbij. Ja. Voelen. Keurig, kijk eens. Ja. Kijk eens. Beauty, hè? Maar is leuk. Ik wil hem ook voor ons doen, zo meteen. Hey, kijk eens even. Hey, deze balkjes, die doe ik altijd bij jou. Harry, hè? Ja, die doe ik altijd als jou. Deze kant, hè? Jij bent rechts dan? Ook links, ook links. Ja, hij heeft het nog altijd aan. Een boef, hè? Ik noem dat zelf halve noordgieter. Ik ben geen handig in de vuurbal. Nou ja, je speelt... Ja, het is door. Ja, wat is het? Het is niet weg, maar je knalt hem door de bal heen. Nou ja, die gele moet lopen en jouw bal moet rustig gewoon naar rood gaan. Voelen. Tjak. Dat is verkeerde kant bal. Oh, ja. In één keer naar rood, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Vol op geel. Het is een trekstoot naar... Ja, gaat er een rokertje doen. Ja, is goed. Dus in één op rood. En geel rond. Dat is belangrijk. Ja. Ja, hij is mooi. Dat is hem. Kijk eens. Ja, mooi bal, hè? Iets te zacht. Nou, maar, dat is een mooie bal. Maar wel mooi. Je verzamelt wel gelijk weer. Als je even te zacht is, heb je het trekstootje daarna om dan te verzamelen. En je kan lekker voluit, hè, met die bal, hè? Ja, je gaat lekker in. Maar je moet het wel doen. En wat doe je vaak in ene erop trekken en dan niks met geel, hè? Kijk, dan ging hij voorlangs, dus dan krijg je een probleem. Ja. Dan gaat hij ook open, is te dun, dus veel te dun. Kijk, als hij te dun zit, dan gaat hij geel voor de... Ja, dan gaat hij kruisen, ja. Ja, je moet voelen dat je geel eerst weg laat lopen, jouw bal vertraagt. En die gaat... Ja, jouw bal moet even vertragen. Ja, dat zit hem in je afstoot ook een beetje. Ja. Voelen, tjak. Goed naar geel kijken als je stoot, hè. Is te dun, zie je? Dan gaat hij het niet doen. Dus het is best wel een trainingstoot eigenlijk. Dat zijn wel mooie stoten om te doen. Om goed de dikte vast te houden, ja. Kijk, en dan kan je nog kegeltjes ook neerzetten, weet je. Dan wordt het helemaal een feest natuurlijk, hè. Maar kijk, hij ligt eigenlijk voor een kostje. Ja, het is, dus je roept het op, hè. Je roept het op. Je zegt nou dat je een kostje legt, leg je erop. Ja, je roept het op. Hij is iets te dun. Je moet hem dik zetten en dan moet het gewit wegwezen. Ja, dat is te dik. Dat is te dik, hè? Ja, dat is te dik. Trek je hem niet. Goh, dat is moeilijk, hè?
eigenlijk staat een beetje moeilijk. Bal, ja, want daar je met een niet aan rood denken, ik bedoel alleen maar aan geel, aan wit denken, wit weg. Ja, kijk, dan heb je die klap niet. Nou is jouw bal te snel weg van wit. Ja, die bal remt niet af eigenlijk. Die dat klopt. Moet ik dan rustiger stoten? Nee, nee. Nee. Nog veller erin. Hij moet veel korter en feller, ja. Kort en fel. Kort en fel, oké. Ja, niet lang, want als je hem lang maakt, dan gaat jouw bal eerder uit de wit. Ja. Je moet wit, moet je de juiste snelheid geven. Kijk, nou is hij wel weg, alleen zit je nou niet aan de goede hoogte. Ja, oké. Maar zie je dat de klap het is, hè? Ja, het is de klap. Het is puur de klap, hè? Nou, het zijn een beetje stoeiballetjes. Ja, dat is wel leuk, hoor. Voelen, tjak. Kijk, dit is hem, hè? Zo simpel is het, hè? Ja, dat is toch grappig. Is toch leuk, hè? Perfect, de maat. Ja, dit is gewoon afwerken, de bal. Hier in een doosje. Mooi, hè? Nou ja, en kijk, dan hebben we deze bal ook nog. Harry, die heb ik ook wel eens laten zien, hè? Deze in ene erop. Ja, van geel van wit van geel erop. Mee. Nee, in ene erop. Ja. En geel rond. Oh nee, ja, geel rond. Dus hard bal. Ja. Voelen. Die gele moet rond, dus. En jouw bal moet in ene op rood, zie je? Ballen, maar nou, is niet moeilijk. Dat is een leuk balletje. Wel een leuk balletje. Hij lijkt moeilijk. Hij moet dik. Ook weer dik, kijk. Voelen, hebben. Kijk, en dan komt hij. Je zit ongeveer midden op de bal, hè? Ja, en dik, hè? Klost niet, hè? Oh ja, dat is voor die Amartie. Nou ja, goed, ja, maar het, kijk, je denkt dat er een klos in zit. Dat is het verhaal. Oh, dan ben ik even uit. Ja, hij moet dik van rood. Dik van rood. Maar niet echt heel dik. 90%, dus hij moet wel dik, maar 90% rechts. Ja, want hij moet naar geel toe. Ja, hij moet ietsje aan die kant, een fractie aan die kant. Ja. Maar je moet rood wegklappen ook weer. Ja, rood moet weg. Kijk, nou trek je hem al te ver. Zie je? Zag je nou waar hij hem heen trok, Harry? Ja. Hij trok hem nu hier al heen. Dus hoe lager je aan je bal zit, dan trek je eigenlijk. Je hoeft niet zo diep te gaan zitten, want je klapt er maar eigenlijk al in. Ja, nou klost hij. Jij me wel eens verteld? Ja. Kun jij me dan nog één voor doen? Ik zal hem wel even voor doen. Nou. Jullie zijn links, hè? Jullie zijn links. Ja, ik heb een rode bal. Welke bal is het? Ja? Hier, die witte. Hier, ik heb nou die wit naast staan. Zit je nou aan de rode bal aan de. Ja, bijna 100% vol, maar net niet. Maar waar? Nou. Daar? Nou. Of misschien daar? Ja. Dan zit je ongeveer goed. Ietsjes links. Als je ietsjes links, dan ram je hem gewoon. Dikker in. 1, 2, 3, tak. Je niet dik. Kijk, en hoe lager je zit, hoe meer hij naar geel gaat. Dan klos je hem op de kring. Maar die is dus te dun. Ja, hij is te dun. Ja, ik let hem niet op. Mooi, hè, dit, hè? Maar één keer de mappiet weer gelijk, weer gelijk lang mee. Dik, hè? Dik. Je schiet hem als het ware door, Harry. Maar dat zou ik dus zelf doen. Ja, maar je schiet hem ook door, alleen dan laag aan je bal. Ja, dan zou ik de korte bal meenemen. Ja, maar dat doen we niet. Dat doen we. Omdat je laag aan je bal zit, gaat hij de korte bal natuurlijk niet halen. Maar je schiet hem wel door. Dat zou ik zelf wel doen, moet ik zeggen. Ja, maar schiet hem maar. Ja. Kijk, dat is hem. Zie je? Kijk. Dat is leuk, hè? Ja. En nu speel je hem al te netjes eigenlijk. Ja, maar nou wel de line hebben. Ja, perfect. En de stoot. En de stoot is goed. Als je dit... Dat is weer wat jij eigenlijk ook zegt, dat dan die klap. Hè, dat ja, en als je dit ook door... Ja, maar als je dit ook door hebt, snap je ook wat dik spelen is. Ja, en dan kom je ook weer bij deze bal terecht. Ja, precies. Kijk, dit is mooi dik. Kijk. En dan ga je overband zelfs. Dus dat kan je ook nog incalculeren. Hè? Dus kun je nagaan hoe leuk biljart eigenlijk is, hè? Met overband spelen. Kan je die band meenemen? Nou, dat moet nou eigenlijk niet, dat moet er in één keer op. Ja, maar goed, dat heeft puur weer met het staan blijven en met je hoogte te maken. Ja. Kijk, zie je, klos, te dun. Dus dan is hij te dun. Te dun. Dat is wel een mooie balkje dan. Ja. Om te oefenen, om dikte te spelen, goed in de dikte te zitten. Ja, en je maakt eigenlijk gewoon een rechtstreeks, hè? Ja, hij gaat rechtstreeks. Dan ga ik het is gewoon een 90 graden balletje, maar hij moet dik. Kijk, zie je? Kijk, die is goede dikte. Nou speelt hij met effect. Kijk, als je iets lager aan de bal zit, dan gaat hij in ene. Ja, zonder bal, ja. Dus je voorhand is iets te hoog.
Dus je voorhand is iets te hoog, Piet. Ja. Daarom heeft hij een band. Kijk, en er zit ook een max aan. Je kan hem ook hierheen spelen. Zie je? Kijk, nou zit hij hier. Zie je? Maar het is zo dat je rood weg speelt. Ja, je speelt rood weg, ja. Drie handen rood, rond. Ja, als je deze bal gaat, heel veel mensen snappen dit. Heel veel mensen snappen dit niet. Heel veel mensen. Kijk, die is ook mooi met de dik, zie je? Als wij dat doen, dan schieten we hem half door, pak het korte bandje en laten we hem naartoe. Kijk, het is gewoon een goede training ook, hè, zo'n bal. Kijk, en als ik hem nou hier neerleg of hier neerleg, kijk, als die, met die kegels, als je dat neerzet, dan krijg je die kegel, die kegel, die kegel, die kegel. En dan speel je iedere keer die bal weg. Met nog een tikkie, Piet. Ja, hij valt niet mee. Laat het los hier af. Kijk, goede voorhand. Voelen, voelen. Voelen, voelen. Dus rustig voelen. Ja, hij is zo zeker weg bij jou. Ja, strak, strak. Ja. Voelen, voelen. Hij raakte wel de lange bal. Ik raakte wel de bal. Ja. Hij moest er één keer. Hij moest er één keer. Dus, was een mooie bal. Maar hij moest er één keer. Hij moest er één keer. Maar dat mag niet de bal. Dus hij moet er één keer. Dus ik mag lager, Piet. Iets lager, fractie lager, denk ik. Voelen, voelen. En in één keer. Ja, dit is het. Dit is de bal. Mooi, hè? Dit is de bal. Mooi. Okay. Voelen, voelen en dan in één keer. Nou ja, dat is weer geweest. Dat is de bal. Maar dat is wel mooi. Dit is wel een mooie, maar dit is ook een mooie oefenstoot. Dat is een superstoot, joh. Als je deze bal gewoon, Harry, als je deze bal een beetje gaat voelen in rood. Je moet alleen maar met rood bezig, hè? Ja, rood, hè. Kijk. Ja, maar hij speelt niet echt. Hij moet daar nog zachter op. Je moet daar erin klappen. Ja. Bam! Ja. Nou, hij is niet slecht, hoor. Ik bedoel, je hebt hem al te pakken. Je hebt wel de lijn, maar je moet hem erin slaan eigenlijk bijna. Nou, hij moet de juiste dikte van. Ja. Tak! En dan is hij daar naar recht. Nou, maar hij mag best wel een beetje. Te recht is natuurlijk niet goed, maar zo ligt hij wel mooi. Ja. Gek, hè? Ja, maar. Kijk, en als je nou hierheen speelt, kijk, want dit is dezelfde bal. Nou ja, ook gewoon rood rond. Ja, rood rond, ja, kijk maar. Ja, speel maar. Tjak. Ook te dun, zie je? Te dun. Te dun, dan tikt hij niet weg. Hij moet dikker. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is hetzelfde met die bal, dat hij over band springt en zo. Dus dan, geen effect, geen effect, geen effect. Eerder iets tegen, iets links als rechts. En dan dikker in. Ja. Kijk, nou zit je te dik aan de verkeerde kant. Ja. Ja. Maar wel mooi, ja, wel mooi. Maar het is net nog om, je komt met een korte band dat je met de stoot. Maar je ging nou maar een links effect. Geen effect. Je mag hem best stevig afstoten. Kijk, het is iets te hoog, te laag aan de bal voor de kegel, zeg maar. Hebben, tjak. Ja. Kijk, zie je? Ja, niet slecht. Dat is het. Harry? Harry. Ja, die moet van deze kant. Die is een andere truc, moet dat van de andere kant. Dus eerst de gele en dan de kegel. Eerst de gele. Of eerst de kegel, mag ook. Eerst de kegel nu, hè? Ja, doe eerst de kegel maar. Ja. Zonder effect, alleen maar op je hoogte. Moet je hem voelen en je dikte, je hoogte en je dikte, ja. En dan tjak. Ja, geweldig! Dat is geweldig! Hij gaat gewoon naar die gele. Terwijl je hem eigenlijk naar die kegel wil hebben. Ja, ik geef die klap dan ook niet, maar ik geef hem te veel klap. Nou, je zit te laag aan je bal dus nu. Ja. Dat is meer doe je dus niet fout, hè? Maar ik ga ook die klap nou, je hoort die klap. Ja, maar je ziet wat je doet. Je denkt dat hij hierin gaat en hij gaat daarheen. Dus die afwijking die zit erin, hè? Dat is echt goed, hoor. Tjak. Recht erin. Kijk eens, die is toch geweldig? En je verwacht dat hij naar de kegel gaat. Dus moet ik meer naar die hoger kant? In je bal, nee, hoger in je bal. Hoger in de bal, ja, 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 anders gaat hij toch niet naar die... Kijk, je ziet hem nu hierheen gaan, dus dan gaat hij te hoog aan de bal. Dus je moet hoger en dezelfde dikte. Tjak.
Kijk, hebben. En staan blijven. Zo zie je. Ja, dat, staan blijven. Dat is goed. Nog een keer. Knap, hè? Dus ik zat net te laag. Nou ja, dat is het spel. Dat is, kijk, en daar word je weer, kijk, je wordt gewoon met die dingen word je supersterk. Kijk, als je die hier inzet, hier inzet, hier inzet, dan ga je echt op een gegeven moment ga je zo strak, ga je rood voelen. Oh, beauty. Dan heb ik dat daar stil laten leggen, die bal. Ja. Want dat is het. Ja, kijk, 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 kijk. Nou, die gele nog een keer. Dat heb ik van jou, hè, van die klap. Nee, nou die gele. Nou, de gele heb ik. Nou, die gele. Dus deze is weg en dan gaan we naar geel. Iets te diep aan de bal. Ja, iets te diep, dus, dus nou ben je te hongerig eigenlijk. Iets te diep. Zie je dat je gauw... Hè? Dan ben je iets te hongerig met je keu. Met ja, je moet even voelen dat je... Dat is makkelijk. Nee, maar... Het is wel leuk dat we deze bal even behandelen zo. Dat is best grappig. Ja, ik denk dat hij zo goed is namelijk. Ja, gewoon en vertrouwen hebben in je strakke stoot. Hè? Tjak. Nog te diep, zie je? Hij zit er vlakbij al. Ja. Nou ja, in rood speel je heel goed aan, hè? Ja, wat ik ook vind is gewoon dat ik goed mijn eigen stootbal goed afrem. Ja. Maar gewoon, je gaat in één keer erin gewoon, je gaat er goed in. Voelen, druk. Nou, dan ga ik even goed zitten. Niet te lang bewegen, kort, heel losjes, tjak. Ja, zo ja, kijk, dit is nog mooier, voel je? Dit is hem wel meer, hè? En even meer laten gaan nog, zie je? Dit vind ik prima voor een testbal, kijk. Gaaf, hè? Mooie oefenbal, hè? Voor mij is het meeste belangrijk. Kijk, en als je zo ligt, kan hij weer niet. Dan kan hij niet meer. Dus hij moet echt een beetje schuin liggen. Maar voor mij is het belangrijk dat ik eigenlijk. Ik stoot vrij hard, maar mijn bal blijft wel hier stopt hier gelijk. Dat vind ik dan belangrijk. Dan komt het omdat je de juiste dikte speelt. Ja, maar dat is wel belangrijk. Ga je naar de gele bal, Jan? Ja. Oké. En drukken. Oké. Ja, mooi. Iets te diep al, zie je? Iets te diep. En er zit effect aan, hè? Dat verwacht je niet, hè? Ja, dat verwacht je niet, hè? Nee. Je denkt bij bijna dat je op het lager moet. Je denkt dat hij dat moet hebben, maar hij kan best vrij hoog. En dan tjak, niet te voorzichtig, Jan. Een dik aanvallen. Tjak. Net even anders. Wat zie jij? Net even anders. Ja, maar kijk, zo niet in ieder geval. Maar als hij zo ligt, dan moet het geen punt zijn. Zolang je die hoek hebt, moet het goed wezen. Ja. Zolang je die hoek hebt, moet het goed wezen. Als je er weg kan, moet het goed wezen. Ja, precies. Iets te dun, hè? Iets te dun. Ja. Als hij klost, is het te dun. Maar ook zijn effect. En je mag geen effect geven. Kijk, hij geeft links effect. Je moet geen effect geven. Nee, maar als je links effect en geeft... Hoger of lager. Kijk, als je hier effect geeft, krijgt die tegeneffect. En dan komt hij eerder uit de baan. Ja. Geen effect. Het kan een fractie zijn, hè? Het kan een fractie zijn. En deze gaat is heel rond. Dus eerder een beetje rechts effect als links effect. Ja. Gaaf, hè? Dus je mag niet eerder wegstoten als je de juiste dikte hebt. Hebben, tjak. Hier, kijk. En staan blijven, kijk. Die is heel mooi, hè? Ja, die is perfect. Mike, zou jij hem voor mij één keer voor willen doen? Dan maak ik er een filmpje van en dan... Oké. Oh, dan kun je hem thuis... Ja, ik ga hem voor doen dan. Jij, hè? Welk biljart? Oh, dat maakt niet uit. Met links of met rechts? Dat mag wel niet hoor. Dat mag ook niet. Oké. Dus gewoon een beetje snel, een beetje zwaar. Kom ik even hier staan. Dat is goed. Nou, weer over. Dus, weet je, hardbal, iets eronder. Dik rood raken. 1, 2, 3. Hebben. En dan dik in rood. 1, 2, 3. Hebben. Dik in rood. En staan blijven. Dat maakt niet heel veel uit, je moet door die bal heen. Dus je moet door de bal heen. Ja? Dat is één. Dan ga ik hem ook even naar de hoek spelen. Mooi. Dat is een variant. Kijk, dik in rood. Kijk, niet in het hart van de bal. Ietsjes meer naar het hart toe. Dus niet onder het hart, maar ietsjes boven het hart. Dik raken. Voelen. Dik rood. Kijk. En mooi blijven staan. Oké. Okay. Ja, dat was hem. Nu nog even die... Die is opzij. Hoekstoot, ja.
Die opzij. Deze bedoel je? De eenmansstoot? Ja. Moet je me van die kant afnemen, denk ik. Of zo. Achter staat dan denk ik het beste. Oké. Dus deze vier band naar de andere kant. Dus ook weer zonder effect, onder aan je bal. Juiste dikte. Voelen. En druk hem goed in de rood weg. Dus tjak. En rustig blijven staan. Zie je? Rustig blijven staan. Zie je? Die is mooi raak hoor. Je zit wel in de dikte. Zie je? Ja, die is net even hoog. Die is laag. Ja, hartstikke fijn. Dat zijn leuke ballen. En eigenlijk die trekstoot langs de lange band, die kun je ook trainen hoor. Kijk, dit is hem, Jan. Ja. Iets te dun, want hij heeft tekort aan morti. Wat zeg jij, Piet? Ja, tekort aan morti. Pas op, hij niet de bal. Ja, die moet je eigenlijk ook trainen, die lange bal. Die ook eventjes... Nou, even volle één keer. Ja. Eigenlijk wil ik het helemaal in. Dat is deze bal. Volgende keer dan... Als je zo legt, kijk, deze met tegeneffect trekken en dan dik. Ja. Dus dik rood spelen, dus een vlakke hand. Diep aan je bal, dik raken, een beetje rechts effect. Goed dik rood wegdrukken, dus voelen. En goed blijven staan. Zie je, die moet je gewoon, en dan kan hij nog iets lager of net iets, maar je kan hem heel netjes, kan je ze dan bij elkaar drukken. Maar je moet er echt, hier moet je echt vertrouwen in krijgen, in dit soort ballen, dat je goed die goed die rode bal wegspeelt. Dat je voelen en dan dik in rood. Zie je, goed blijven staan bij die bal. Niet te voorzichtig, hoeft niet te voorzichtig. Hij schittert mooi, hè? Ja, is prachtig, is prachtig. Je hebt naast niet te zaken, dat maakt niet uit. Wel leuk, hè? Ja, dat zijn leuke ballen om even lekker je eigen op uit te leven ook. Ja. Om even lekker die stoot goed te maken. Ja. Keurig. Kijk, en rood gaat vanzelf, hè? Ja. En goed blijven... Ja, goed af, Jan. Nee, ja, net niet. Nee, het zijn fracties. Ja, fracties. En leg hem eens op je middelvinger. Die keu, achter. Helemaal los. En doe ze met een losse hand. Achter, ja. Kijk dit. Oh, deze? Ja, en dan pok. En gewoon loshouden. Dus een losse keu erin, tjak. Huppa. Kijk, dit is het. Kijk wat je over hebt, hè. Kijk, je moet hem ook een beetje ontspannen maken, hè, die keu. Ja. Dus het gewicht van je keu. Ja. Boem. Kijk, dat moet je doen. Maar die moet je maar eens doen. Dus het gewicht van je keu. Ik heb hem al. Dus op je middelvinger zo. En dan, die kegel. Maar dan helemaal los. Los op je, echt helemaal los. Ja, ik heb hem al bijna los. Ja, maar helemaal los. Dat je echt overdreven los. En dan gewoon erin tikken. Ik heb hem altijd maar zo. Eén vinger. Op één vinger. Eén vinger. Ja, dat kan ik niet. Dit. Maak eens een rondje. Nee, dat is je voorvinger. Nee, dat is je middel. Ja, je middel. Middel. Alleen, ja, sorry. En deze dan? Doe eens. Alleen op je middel. En dan gewoon wegdrukken. Kijken wat je voelt. Nou, dat voel ik niks. Nee, voelen. En helemaal los, hè. En dan tok. Kijk eens, wat een amorti. Kijk, nou speel je met een lichte keu. En zie hoe netjes die wordt, hè, in één keer, hè. Oké, maar wat is nou, leg mij nou even uit wat nou verschil is. Ja? Tussen wat jij nou zegt, dat het nou, je maakt je keu. Nou zo vast nou of zo vast nou? Wat is nou, voor... nou, je middelvinger is de rechte lijn van je spieren, zeg maar. Dus daar stoot je het rechtste af, middelvinger. De voorvinger is iets schuiner en de middelvinger is de loodlijn van je lijf. Kijk, die loopt eigenlijk zo door je spier en door je neus en dat gaat zo naar je hand toe. Wat ik altijd doe, dus dan kan je het rechtste afstoten. Ja, je hebt hem perfect vast. Maar kijk, je mag best een beetje spelen met je hand. En het is helemaal niet verkeerd om zo'n bal eens een keer gewoon op je middelvinger nitten. Dus echt met een lusje. En dan gewoon je keu, alleen het gewicht van je keu te voelen dat die ja, en niet dan, niet dan dit. Maar je gaat je rem onder. Dus als je wat hebben zeggen, dan wel weten waarom. Hè. Ja. Anders onthoud ik het niet. Nou weet ik het. Maar die middelvinger is echt puur... eens kijken. Ja, je naapt je hem echt op je middelvinger. Nou, en gooi maar gewoon mooi kloppend erin. Tjak, en staan blijven. Kijk. Ja, moet je kijken hoe losjes, hè? Dat werkt ook zo.
Ja, maar je kijkt wat een tempo je nu nog geeft eigenlijk. Hè? En je kan het nog lichter doen. Hè? En eigenlijk als je zo trekt, hè, als je dus met je middelvinger zeg maar trekt. Dus gewoon eens een keertje gewoon middelvinger trek en gewoon loshoud. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Hè? Oh ja? Ja, het scheelt heel veel. Het scheelt echt heel veel. Jongens, het was te maken. Tot gauw. Ja. Pieter. Ja, perfect. Hey, ik spreek je. En ja, toppie. Ja? Doei. Oké. Doei, mannen. Hallo. Hey, dus je moet een beetje je hand gewoon lekker ontspannen maken. Hè? Perfect, hoor. Ja, maar kijk, ik heb... Kijk, en eigenlijk zijn dit dezelfde ballen. Even kijken. Hè, kijk, Harry, dit zijn dezelfde ballen. Deze in ene drop. Dat is dezelfde bal. Ja, dit is eigenlijk dezelfde bal. Maar jij die keuze over. Nee, niet zo. Niet zo. Nee, zo. Ja, dat doe jij. Nee, jij ook. Jij ook. Jij houdt hem ook. Je hebt je duim toch eromheen. Ja, zo. Maar je moet je niet je duim erop hebben, maar eromheen. Kijk, die keulen, dat heb ik vorige keer toch verteld. Kijk, dat die keu die danst hier op je... Ja. Dus een dansende keu in je... En dan gewoon een beetje losjes tillen gewoon. Maar je mag hem best vasthouden, maar niet, je hoeft hem niet te slap vasthouden. Maar het gaat om dat je af en toe even lekker het gewicht van je keu laat gaan. Zie je? Net naast op zich voor de eerste stootje. Kijk, die kun je ook weer op verschillende manieren natuurlijk. Kijk, dat je ook weet, ja, wat dieper is. Ja, diep, maar dan mag je dunner, hè? Dan mag je dunner. Kijk, dat is het verhaal. Ja. Kijk, en als je dunner gaat, dan gaat die rode natuurlijk naar de lange band. Ik ging ook dunner, maar ik zat dus te hoog en daarom miste ik hem net. Kijk, ik voel nu dat rood naar de lange band gaat. Ja. Kijk, en dan moet je je keu. Kijk, niet aan die witte bal denken. Nee, denk gewoon aan die dikte en gooi hem erin. Kijk, en rustig blijven staan in je dikte. Ja. Zie je, helemaal losjes zo met je keu, zo troep. Ik ging net wat hoger, ik ging ook die richting op, ik ging wat hoger. En daarna schoot ik onder de raakpunt, denk ik. Dan. Ja. Maar het is ook het erin laten vallen, Jan. Alleen maar denken aan val met mijn keu. Voelen en val. Zo, heel ontspannen, ja. Kijk, ik kan veel rustiger, zie je? Ja. Kan je dat ook rustiger? Ja, nou. Want vaak gaan... Vaak worden dit soort ballen worden gewoon een beetje geforceerd weggegooid. Hè? Dus losjes, druk. Heel mooi. Ja, zo ja, kijk. En dan moet je voelen. Ja. En die voel je nu iets te kort. Ja. Ja, snap het. Dus als je hem weggooit, moet je voelen dat rood op zijn sodemieter krijgt. Maar netjes. Netjes op zijn sodemieter. Tjak. Ja, zo ja, kijk. Nou voel je dat je wat gedaan. Je hoort het ook aan de klank gelijk, hè. Ja, dit is ook weer leuk voor met je achterhand, hè, dat gewoon een beetje speelt. Ik kan wel bijzonder. Hebben we een losse trekballen gehad, zo op één vinger dan? Nee. Maar het is gewoon wel eens even lekker. Het gaat om het gevoel, ja. Dat je gewoon meer het gewicht van je keu leert voelen door de bal heen. Kijk, want je hebt een stijve hand nu, met twee vingers. Kijk, je kan je vingers bij elkaar doen, worden ze weer rustiger, hè? En dan gaat het veel lichter. Kijk, als jij je vingers gewoon bij elkaar doet, en je maakt je hand gewoon fijntjes, je maakt eigenlijk je hand fijntjes, en je gooit gewoon je keuntje plop. Langer in, lang, hè? Vooral kort. Moeilijker, Jan. Nee, je gaat vanzelf. Hop, dat is te dik. Hij kijkt ook niet, ik stond. Ja, serieus. Ja. Nee, maar goed, maar je keu erin leggen. Erin gooien. Voelen, druk. Vingertjes bij elkaar. Iets te dik, hè? Dat is het enigste. Ja, voel hem eens te dun aan, gewoon. Voel hem eens te dun aan, dat je denkt, nou vind ik wel erg dun. Ik ben wel dunner gaan, maar dan moet ik dieper gaan. Ja, precies. Dan doe je het goed. En gewoon rustig voelen en drukken. En gewoon die dikte. En blijf naar je dikte kijken, Harry. Blijf naar je dikte kijken. En dan ben je nog te dik voor de karambol, hè? Ja, okay, maar terwijl je hem wel mooi gevoeld hebt. Dan in de lijn van de tweede. Ja? Dus je zou nu hoger aan je bal moeten. Daar zat ik weer te laag. Ja, precies. Maar als je diep zit, moet je ook gaan voelen dat je dunner kan. Ja. Okay, maar dus kijk, dat bedoel ik ook een beetje uit te leggen vanavond. Ja, ik snap het. Ja? Ik snap het ook wel. Ja. Ja, maar want dan leer je al dikte heel goed spelen. Ja. Je moet het altijd een paar keer doen, want het is even een ander. Ja, maar de grap is, kijk, die bal kun je wel maken. Ja. Maar je kunt hem dus... heel diep aan je bal spelen, ja, dun. Dan moet hij dun. Ja. Dun, 1/4, 1/3. Ja, 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 ja.
beetje dat gevoel moet je erbij hebben. Mm-hmm. Als je hoger gaat, kan je niet meer op die 1/4, 1/3 blijven zitten. Moet die dikker, betekent ook dat die bal meer daar gaat komen. Ja. Als die dun is, komt jouw bal meer in. Dat is misschien wat je helemaal niet wil, maar je hebt wel de karambol in je gevoel. Ja. Hè, in je lijn van je keu. En kijk, op een gegeven moment zit je te hoog, Harry. Kijk, dan zit je te hoog, dus het hardbal. Nou, hardbal, om dan nog hier te komen, wordt lastig. Ja. Want dan moet je zo dik, nou, dan moet je een hele harde klap geven. Ja, ja. Dus dan krijg je de maximale dikte om hier te komen. Maar dat ga je helemaal niet willen. Maar technisch, kijk, je kunt je afvragen, wat is haalbaar, hè? Wat is haalbaar om heel dik daar te komen? Ja? Kijk, als ik zo dik sta, komt hij er dan nog. Maar kijk, nu ga ik alleen maar dit doen. Ik sta heel dik. Kijk, en nou denk ik, nou, als ik nu hard stoot, dan komt hij er. Dan gaat hij heel zachtjes naar de rode. Ja. Dus voelen. Dat zelfs jij ziet dat, hè? Ja, maar zo stoot zou ik. Kijk, en als je nou... En op je ene vinger, kijk, op je ene vinger en dan bam! Ja, zo maken wij. Moet je kijken, bam, zie je? Kijk, en dit is natuurlijk, dit is wel meer, kijk, dit is nog een serie stoot ook. Als je dit goed uitvoert, zie je dat? Zo doen wij het. Hij trekt in de keuze. Nee. Ja, dat doen wij dan. Serieus. Maar het verhaal is helemaal duidelijk. Maar wat jij zegt klopt ook precies, maar dan moet je even goed voelen. Waar je... Ja, en dan ontspannen blijven. Want dat is natuurlijk... Maar wij gaan niet vol in, let maar op. Hé Harry, en dat is zo moeilijk om dan ontspannen te blijven. Dus... Ja, maar dat is de truc. Ja, kijk. Harder. Ja, goed. Neem nog een pil, zie. Ja, maar dat is normaal, want dan hebben we normaal even hier met je overheid naar de bal door. Maar zo spelen wij wel. Ik heb nog een flikje dat nou. Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ja, een paar keer gezegd. Hoe dan? Jan, jij een pilsje en Harry een colaatje? Nee, ik doe maar een cola. Allebei cola, ja. Maar hoe gaaf is dit, hè, weer, hè? Kijk, dun, hè? Kijk, dun kun je hem eigenlijk zacht spelen. Ja, dat is waar. Ja. En er zitten natuurlijk grensjes van, ja, te dun, dan gaat hij het niet meer doen. Maar dan kun je eigenlijk wel heel licht uithalen dat hij het doet. Het is toch wel grappig eigenlijk, hoor, hoe dat... Hè? Ja, zeker. Kijk, en je moet dus dat dikke kunnen en dat dunne kunnen. Harry? Ja, dat dikke. Kijk, je moet hem nou heel dik van rood durven spelen, dat hij erop gaat. Deze ballen altijd vol erin. Een klein beetje in de achterhand knijpen, dat hij het over het wachten heel zachtjes. Ja. En eigenlijk de tweede bal bijna twee keer op en neer knippen. Dat spelen wij hem altijd. Ja, oké. Okay. Zo wat jij net ook deze hebben, die klap, weet je. Ja, alleen ik stuur dan ook nog een beetje met mijn effect of... Kijk, zou ik dit doen, man. Zo zou ik me spelen. Klap. Ja, maar dit is te dun. Ja, goed, maar zo zou ik me spelen. Ja. Maar het is niet gecontroleerd. Nee. Dus dat voel je, dat zie je. Ja. Kijk, dus als je hem dun... Maar als je hem maximaal dun controleert, dan moet je rustig stoten... En als je hem maximaal dik controleert, moet je heel hard stoten. Dus kijk, tussen dun en dik, Harry. Kijk, tussen dun en dik zit heel veel krachtverschil. Want kijk, als je dik gaat, om daar dan nog te komen, dan moet je die twee banden heen en weer laten lopen. Dus die mag heel veel lengte maken over het hele biljart. Om dan zeg maar in de looplijn terecht te komen van naar de derde bal toe. Ja, daar kun je op spelen. Is makkelijker om te verzamelen. Nou ja, dat gaat wat. Dan plaats je eigenlijk meer. Hè, want dat is dan het plaatsen. Dan plaats je meer naar de derde bal toe. Ja, klopt. Dat zie ik ook. En kijk, als jij dus echt 100% zeker weet dat jij heel dik die bal kan raken en dat die erbij ligt. En die amorti er tegenaan of met rust er tegenaan. Dan ben je natuurlijk dan ben je in een bloedvorm, bij wijze van spreken. Ik zie nu wel dat dit eigenlijk makkelijker is. Wat is makkelijker? Nou, wat jij nou zegt, zo dit. Gewoon dat hij zo naar zo. Ja? Ja, dieper. Maar dan moet je. Ja, makkelijker verzameld. Dat bedoel ik. Dat is makkelijker. Ja.
Maar het is ook leuk gewoon. We maken het eigenlijk moeilijker voor onszelf. Ja, soms wel, ja. Soms wel. Soms wel, ja. Als jij weet dat je hem altijd zo raakt, weet je... Ja, maar wij moeten veel meer, dat zei ik voor eerder tegen. We moeten veel meer in de hoogtes gaan zoeken. Ja. In de dikte en de hoogte. Ja. Daar zit heel veel in. Ja. Want als jij in de dikte staat en je mist hem, dan gaat voorlangs je gewoon de hoogte. Ik ga het erachter lang, dan is het te laat. Ja. Ja. Dat moet je dus onder controle krijgen. Ja, ja. En, bij de koning, hè? Ja, en dat moet je ook gewoon... Kijk, en daarom wil dat je... Dat moet je voelen, ja. Ja, daarom wil je te gauw gewoon een punt maken. En dan ben je eigenlijk niet echt met je dikte bezig op 2. Omdat ons niveau niet al genoeg is. Nou, maar jullie moeten niet vergissen. Want jullie praten er echt wel wijs over, hoor, moet ik zeggen. Ik vind de kwaliteit vind ik niet slecht, hoor. Maar je ziet het, hè, als je goed in 2 speelt, dan krijg je wel het gevoel van, jemig, wat doet mijn bal, hè? En soms speel je in 2 en dan denk je, jemig, wat doet mijn bal nu? Ja, ja. Want dat is, kijk, als je dat ene balletje onthoudt, dat we dus in ene erop trokken langs de lange band. En dan trok je hem in ene erop en dan ging je naar de hoek. Dan denk je, ja, mijn gedachten zitten in ene erop, maar hij gaat naar de hoek. En dat is dus de dikte timing, hè? Wat voor timing heb je met je dikte? Nou ja, en als je dat probleem op kan lossen, Harry... Ja, dan ga je... Ja, dan gaat het... Ja, want weet je... Ja? Maar het zachtjes naar balpiek en blijven staan... Ja. Dat is... Ja, rustig drukken. Maar langer, hè? Ja. Ja. Ja, te gewoon als je hem. Nee. Ja. Ja, mooi, hè? Maar als je... Heb jij een 2-kaderbak, of heb je 1-kaderbak? Nou, ik heb er 1. Mag er even eentje mee? Hij heeft maar 1. Ja, maar we krijgen volgende week terug. Of heb je eerder lijnen nodig? Ja. Als hij weg is, heb ik hem nodig. Okay. Ja, dat zou je net zien. Waar wil je een kaderbak? Nee, hey, gewoon om die lijn even zitten. Oké. Okay. Ja. Nee, maar geen probleem. Nee, snap ik wel. Ja, dat, ja, kijk. Kijk, en nou zou je iets dikker kunnen, hè? Maar dit is al mooi, toch? Dit is gewoon top, hè? Ja, maar dit is gewoon lekker relaxed. Kijk, als je zo... En dan volop geel. Kijk, zo is tegen rood. Oh, de verwedderij weer vandaag. Word ik je tijd, hè? Nou. Lekker. Oh ja, kijk. Piet kan ook aardig biljart, hè? Leuk is dat, hè? Ja. Hij is echt wel serieus. Hij is zelf serieus ook, hoor. Of serieus, gewoon lekker... Ja, hij is goed mee bezig. Ja, hij vindt het leuk ook om een beetje... Dat is ook zo lekker, helemaal. Maar goed, je ziet, hè. Nou zeg ik even die vinger weer erbij, weet je. Ja. Maar daar denken jullie al lang al niet meer aan soms, hè. Nee. Want zo kun je ook gewoon een stootje neerleggen en dan gewoon echt dat... Mm-hmm. Een trekstoot echt diep gaan zitten en op je vinger er doorheen gooien. En als je steeds kets, ja, dan kan het zijn dat je er te veel knijpt. En dan moet je juist een beetje met die vingers gaan spelen. Van, oh ja, even vlakker, even lichter maken mijn keu. Ja, ja, ja.
Want het afkrijgen. Ik heb wel altijd helemaal in mijn hand bij, maar ik heb wel alles helemaal mooi. Ja, maar je hebt een prachtige stijl hoor. Want jouw stijl is best mooi. Maar... We gaan weer dit gaan doen. Moet ik even Nee. Dat is niet gelijk dat je iets moet doen. Maar gewoon een beetje het gevoel met een trekstoot. Gewoon dat je, als je iets veel wil, als je ver wilt, diep wilt zitten en veel wilt trekken, dan. Ja, dan moet je keu doen. Dan moet het werk doen. Ja. Dat is bij ons, je weet ook gelijk dat het fout gaat. Op het moment dan zie je dat de bal niet goed en je voelt en dat, ook gelijk. En dat zie je ook een beetje in de wedstrijdjes terug, dat je gewoon dat wegdrukken. Maar dat is toch een heel aparte tak van. Ja. Kijk, dit hè, die zwabber met je hand. Van... En bekijk wat je het mis maakt. Je kan natuurlijk dan ga je die 65 punten maken. Ja. En je kan proberen te stoten zoals je stoten moet. Maar dan mis je er meer, omdat het niet die zuiverheid nog heeft. Ja, maar het zou eigenlijk beter zijn. Kijk maar naar mijn filmpje, ik heb heel veel stoten, dat ik echt... Kijk, die is mooi getrokken, zie je? Kijk, mooi getrokken. En dat je nou een beloning hebt, maakt niet uit. Maar je dikte was niet goed, alleen je trekking was perfect. Maar dat is... En dat is met die vinger. Maar... Dikte heb ik zoveel moeite. Ja. Dikte heb ik echt moeite. Maar dat is wel van levensbelang. Ja, je moet er vertrouwen in hebben. Maar ja, goed, daarom... Dat gaat ook steeds beter. Maar je moet er niet onzeker worden als je mist. Je moet dus gewoon denken, oh ja, hij moet dikker en hij moet dunner. Je moet, dus nu ook een dikte, dat is belangrijk. En dan is je afstoot, is alles. Ja. Ook al is het zo'n simpel balletje. Ja, elke bal. Ja, dit ook. Dit moet dun. Dus je moet zeker weten dat je tik zegt en staan blijft en dun bent. Kijk, zie je, kijk, dit is goed. Dit is perfect. Nu stop je het erin, hè. Zelfs dit balletje, doe je nou echt dit, Jan? Ja. Dus je moet echt denken, dat is het, tik. En niet denken, hij moet raken. Want in die wedstrijd was je, eigenlijk alweer veel te veel met hij moet raken, weet je. En dan ging het even niet en dan... En maar achter... dat komt ook omdat jij ons verteld hebt van, ga dan niet voor de moeilijke bal, maar voor de makkelijke bal. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dat is niet helemaal waar. Nee. Je hoeft niet te gaan om het te raken, je moet er gaan voor de plaatsen. Ja, ja. Ik bijvoorbeeld, ik mis hem liever. Kijk, dit ook, hè? Kijk, nou loopt geel loopt er voorbij, hè? Wil je helemaal niet. Nee, dat gebeurt ons. Dus waarom doe je nou fout, hè? Ja, nou, dat wil ik ook wel eens weten. Wat doe je nou fout? Dat hebben wij ook vaak, hè? Dit. Het ligt zo. Kijk, jij wil hem waarschijnlijk in de serie American trekken. Nee, hoeft helemaal niet. Maar wat doe je nu fout? Je wil hem erbij halen. Plaatsen niet goed op rood. Nee, je wil hem erbij halen. Ga hem nou eens gewoon alleen maar op rood plaatsen. En niet te veel nadenken aan die rode. Maar nou is hij wat zacht. Maar hij legt wel gepraat. Je kan wel door. Je hebt niet die rotbal die je net had. Dus je moet hem gewoon wat vlotter op rood drukken. En dus diep aan je bal en geel wegdrukken. Kijk, geel wegdrukken. Maar kijk, daar gaat hij weer, hè? Ja, hij gaat weer af. Dus je speelt hem te dik. Ja. Je speelt hem te dik. Ja. Kijk, als je geel te dik speelt... Kijk, geel moet je hierheen brengen. Kijk, hier moet je geel heen brengen. Niet hierheen. Hierheen brengen. Dan gaat hij dunner. Kijk, dan gaat hij er nooit achter, zie je? Kijk, dan komt hij erop. Kijk, laat hem maar daarheen tikkelen, ja, weet nou, ik wat. Nou, dan kan je gewoon weer een trekstootje maken. Van rood, van geel, je kan van alles, en je kan van alles verzinnen. Ja. Dus deze even dunner trekken, dat hij op de wit weer komt. Hier, kijk. Dit is al veel beter. Er kan er eigenlijk niks gebeuren. Nee, dus als hij harder is nu, klost hij dikker op, ja, of weet ik wat. Ja, dan kan je gewoon verder. Dus je moet... Je gaat er niet voorbij, we gaan er al vaak voorbij. Vaak gaan wij er voorbij. Ja. Kijk, nou speel je hem erop, hè? Kijk, nou, oké, perfect. Kijk, en nog eens goed, want je speelt hem toch in de lijn. Ja. En je speelt helemaal niet nu in de serie American. Nee. En als je daar wel aan denkt, nou, dan gegarandeerd dat je hem erachter legt of dat je hem scheef legt. Ja, dat was zo vaak, joh. Dus dan vergeet je eigenlijk, je plaatsing. Ja, dat is wat we doen. Hè. Dat ken Jan dan wel, hè, die piqué. Ja, nou, mooi. Nee? Ja, ik ken er alleen. Kort of chic? Ja, ik ken het niet. Ja, of je moet zo'n stok onder mijn arm houden, dan kan ik het wel. Ja, met betters. Leuk. Plaatsing, hè? Dit ligt eigenlijk mooi, hè? Kijk, als je daar zo'n bal hebt.
Niet van geel gaan denken, dan moet je gelijk naar de rood. Een vraag bent er dan voor om een laagje op te spannen dan? Een laken, nou dat varieert een beetje. Het zit iets tussen de 2,75 en 3,25. Een vraag die ervoor. Met laken en half enkel plaats van de week. Nee, met laken. Ja. Ja, ja, gewoon een beetje. Maar je kan wel praten met Bertus hoor. Als je wat wil. Maar ik vind dat hij het goed doet. Bertus doet het echt wel goed hoor. En leuk, weet je. Het is ook, ja, ik ken het wel goed met hem hebben. Oeh, kijk, dit is niet diep genoeg, hè? Nee. Kijk, je weet dat hij moet komen. Dus ga nou eens gewoon met een vuistje. Maak eens gewoon een vuistje, Jan. Een vuistje, ja. Een vuistje en dan gewoon wegdrukken. En niet te dik wegdrukken, dun, hè. En dan diep en dan sjak erin. Kijk, veel te dik. Ik zeg het nog. Nou maak je een bandstoot. Maar dat voel je toch wel, Jan? Dit kan je toch veel dunner wegtrekken? Dit is weer zo'n dunne met tegeneffect, bij wijze van spreken. Ja, met tegeneffect. Dunner. En dan lang naar de geel toe met je keu. Lang. Dus lang. Zo ja, kijk, lang. Zie je, kijk, dan komt hij. Kijk, omdat je keu lang... Ja, maar ik, mooi hè, dit hè? Ik zeg het niet. Dit is mooi hoor, hé. Kijk, en nu is hij misschien te zacht, maar je kan zo plaatsen van rood naar geel. En je kan ook wel weer een tweebandje van rood maken en dan haal je die rode er weer bij. Maar snijd dit nou gewoon naar geel toe. Leer nou gewoon een snijstootje, dun van rood. Oh ja? En het maakt helemaal niet zoveel uit hoe die op geel komt, als hij maar op geel komt. Ja, dit is niet dun van rood. Dat snap je dan niet, hè? Dat ja, ik snap het wel. Tuurlijk snap dat het je wel. Dik, dat je hem dik... Ik raak hem alleen te dik. Ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ga dan te dun staan. Ja, hij moet ook wel flink te dun als je kijkt. Ja, maar ga maar te dun staan dan. Dan maar zo. Ja. Kijk, nu valt hij natuurlijk er doorheen. Maar nu zou je ja, van rood gaan, hè? Ja, van rood. Toch? Ja, ik zou. Ja, maar legt hij er echt lekker in om hem erin te trekken of te spelen? Ja. Hij moet wel dun van rood, toch? Nou ja, je moet veel effect geven, maar ja, je wil hem... Je moet lager leggen, maar die kunnen er gewoon bij. Ja, is mooi. Maar goed, nu speel je hem dik. Maar goed, wel goed geplaatst. Kijk, dan krijg je een trekzat van rood. Als deze even dunner is, dan komt die rooi nog vrij. Ja, dan kan je hem ietsjes... Ja. En een goede afstoot natuurlijk. En zet, hè? Tjak. Dat heb ik dan weer van Bertus. Dat is een Bertus tegen. Maar dan moet je dus die keuze op het lager leggen. En dan, maar dan niet echt trekken, weet je wel. Gewoon een beetje door de bal heen. Kort, dan, als je dit ja. doet, kort. Ja. Lang. Hij zegt, dan hou je die rooie erbij. Hij zegt, dan, echt waar, Harry. Als je dit doet, kort, lang. Ja. Oh, dat kun je zoveel, hè. Kijk, werk, hè. Dus werk, hè. Ja, je werkt nog bij je baas. Maar je wou. Maar je wou dus. Nee, maar je wou hem natuurlijk in één hebben. En je denkt, oh, gaat er nog wel vier, drie bandjes. Nou ja. Dus alle kansen heb je. Kijk, tikkie, takkie en de bal. Kijk, nou vind je hem te dik van geel. Nou, zou ik hem trekken van geel? Nee, nu doet hij een klein marseetje van rood. Of heel dun, maar hij gaat een klein marseetje en dan plaats je hem op geel. Zo, ja, nou trek je hem van geel, zie je? Kijk. En nou kan je weer kiezen met dat linkse effect, zie je? Links effect. En dan alleen maar geel wegdrukken. Denk aan geel. Geel druk je weg. Geel wegdrukken. Zo, ja, geel wegdrukken. Kijk, geel moet gedrukt worden, zie je? Die moet lopen. Hier nu druk... Ja, nu druk je hem aardig in de lijn. Ja, zeker. Nou, dan ga je weer... Ja, dan plaats je hem zachtjes op geel. Perfect. Kijk, en nou kan je via één band van geel. Naar rood toe. Zet en speel geel, hè Jan? Geel. Die is te dik, meer niet. Daarom is hij mis, hè? En daarom rolt hij ook zo ver van die kant op. Ja, maar daarom komt zijn bal niet terug. Daarom komt hij niet terug, hij is wel te dik. Dus hij was eigenlijk technisch was hij goed, ja, alleen je speelt hem te dik. Dat is het enige wat is... Ja, kijk, en je kon er natuurlijk lastig bij, of weet ik wat. Dus je moet geel niet te dik raken, maar wel erop drukken. Tjak. Kijk, die is goed. Ja, kijk. En dan loopt geel helemaal niet weg. Nee. En je hebt geplaatst op rood en op geel. Nou kan je nog een puntje snoepen, plaatsen van dun van geel naar rood. En dan een trek. En mooi op rood.
Hoeft er niet buiten, hoeft helemaal niet. Hij had toch ook recht gekund? Dat vinden wij een mooie hoek, vinden wij makkelijker dit. Ja, dat snap ik wel, maar je wringt hem erop, die stoot. Ja, hij is goed. Hij valt goed. Maar je draait met je elleboog naar de buitenkant toe om hem naar buiten te leggen. Dus technisch is hij gewoon niet helemaal. Hij valt natuurlijk prima, maar technisch. Maar als je gewoon dun had gegaan en je plaatst hem rechtop, is het ook goed. Maar het is gewoon netjes. Nu ben je aan het plaatsen en aan het trekken. Dus nu ook weer een plaatsing dun van geel naar de rood. Dus op dikte van geel naar de rood. Nou ja, nu ga je dun van de rode naar de gele. Maar niet te dun, maar je mag hem een beetje op dikte naar geel. Dat rood een beetje rood. Uit de hoek een beetje. Maar niet een beetje effect hoor, een beetje effect. Anders wordt hij terecht. Kijk, dan krijg je dit, dan gaat hij erbij. Maar mag ook. Dat is goed, want dan ga je... Nou, dit mag ook. Erin. Dit mag ook. En dan, nou weer met dat tegeneffect en dan dun en dan lang erin. Joh. Kort, lang en stevig. Stevig, zie je? Nee, dit is het. Kijk. Oh, ja, je wringt hem weer. Je hebt gelijk. Godverdikke me zeg. Nou heb ik gezien wat je bedoelde. Je doet het dit. Ja, hij gaat er niet in. Nee. Ja. Lang. Ja. Zo, ja, dan heb je over. Mooi, hè? Ja, hij is wel even te dik, maar was wel goed. Dat is stom, hè? Dat je dat door dat angstige van denk je, hij kan wel te... Ja, maar dat hebben wij nog. Maar dat gaat langzaam nog steeds beter. Ja. Maar jullie doen al heel veel goede dingen, joh. Dat is echt heel goed. Kijk, hier zit er veel leven in, hè, voor je gevoel. Ja. En waarom nou, hè? Nou, doe nou eens je voeten tegen elkaar. Oh ja, dan gaan we de voeten tegen. Ja. En druk nou gewoon die gele bal eens weg. Dus je zet je voeten tegen elkaar, je gaat zitten, pok. Ja, dat was hem. Ik weet het niet. Jappa, kijk, dan blijft hij sowieso liggen, Amorti. Nou, hij moet wel in de goede lijn liggen om hem buiten te spelen. Maar moet je zien wat er gebeurt, hè? Stom is dat, hè? Ik denk dat ik even anders sta. Alleen maar dat je gewoon even meer uit je balans stoot, hè? Want hij staat in zijn balans, voeten tegen elkaar. En gewoon in je balans gaan zitten, tak. Korte band, hè, moet hij. Tak, ja, zo, ja, kijk, dit is het, hè. Kijk, je legt veel meer amorti neer, hè, nu, hè. Ja, dat heb je al eerder gezegd. Tuurlijk. Maar ja, dat is... Ik onthoud het wel. Je ziet het ook gebeuren, dat is grappig, hè. Dat is, ja, je ziet het gebeuren. Van, mag ook van los, hè, als je dit... lastig vind. Maar hij moet stijl, hè? Tok. Jan kan dit, hè? Mooi. Maar hij niet slecht. Dat is wel weer een mooie stoot. Ik ken het niet. Je ging om het kegeltje heen. Okay. Kijk eens even. Kijk, en nou blijft hij bij elkaar. Dat is ook leuk natuurlijk, hè? Dus dit is een lucky shot, maar wel goed gespeeld. Precies zoals ik bedoel, dat zou Koen zeggen. Dus laat dat. Kijk, dit is nou vergis je in rood, hè? Ja. En eigenlijk speel je hem te hard, want hij zou er bijna achter gaan liggen. Ja, dan mag hij er nog langs. Ja. Rood omdat je alleen maar die rood erbij wou halen, hè? Ja, dat doen wij te snel. Ja. Dat willen we te graag. En als hij gewoon geplaatst had, had er niks aan de hand geweest. Dat heb ik ook al lang op door. Dat willen wij te graag. Te vaak. Ja, waardoor je ze heel gauw masqué legt. Nou, druk in. Hup, kijk, met links effect, hè, weer. Dus nu speel je met het andere kant effect, dus niet meer tegen. Kijk, nou ja, nu valt het perfect. Kijk, nou met de klossen en met het spel valt het eigenlijk heel mooi. Maar als je nou andere kant effect had gegeven... Dan? Nou, ik denk dat je dan, en op die dikte, dat je dan heel anders had gekeken. Dat je denkt, hey, maar nu valt hij juist op de juiste dikte erin. En klossie en niks aan het handje. Maar het valt nu allemaal perfect. Ja. Probeer er tussen te gaan, Jan. Ja. Als het kan, hè. Je kan eerst op een... Nee, je moet hem er tussen leggen, Jan. Oh ja. Nou, goed. Daarna moet je hem even trekken. Ja, maar dit is natuurlijk... Dan komt hij niet terug. Dan stikt hij. Zie je? Dan stikt hij. Dan moet je hem heel hard stoten. Dan moet je zien, hè. Voelen. Ja. Kijk, nu moet je niet bang worden en van geel gaan. Nee. Kijk toch? Gewoon dun van rood. En zachtjes naar geel. Op dikte naar de gele. Ja. Ik zou zelf... En dan kan je nog een driebanden kiezen. Hè? Dus, ik zou nou van de dik van rood gaan. Nee, dun. Je moet niks meenemen. Je moet gewoon op dikte moet je hem naar geel tikken. Hoog in je bal. En dun. Vooral niet dik. Een beetje hoog in je bal met een beetje links effect. Hoger. En een kort floepertje.
ploep, een tempo. En zo zou het moeten doen, ja. Twee bandjes. En nou iets zachter, maar goed, dat... Oh ja. Maar een mooi floepertje. Kijk, nou ligt die lekkerder als net, zie je? Nou, ligt die iets beter. Ja, dus nou kan je ook weer kiezen of verzamelen of gewoon een plaatsing. Dat kan je allebei voor kiezen. Kijk, als je hem dik speelt zoals nu, speel je voor de serie. Zie je, nou speel je voor de serie. Ja. En als je hem dun, speelt... De serie voor Harry dan in ieder geval. Ja, maar Harry speelt hem altijd dun. En ja, ik speel hem altijd, nou, altijd dik. Maar speel hem nou eens gewoon zoals hij zo ligt. Gewoon op twee banden, maar dan dun. Ja, bandje mee, ja. Kijk, nou speel je hem dun naar de geel, zie je? Via één band. Of twee band, kijk. Dan doe ik het altijd. Kijk, dat is ook nog niet zo slecht. Ja, dat doe ik. Nou maak je gewoon een tussenstoot. Ja. En dan ligt hij misschien lekkerder. Kijk, nu zou je nog weer van geel naar rood kunnen met veel effect. Ja, ik weet niet of geel ligt te veel aan de hoek vandaan. Ja, als hij, schuin, hij ligt schuin op geel, dus hij kan... Ja, met... kan verzamelen zelfs als hij wil. Ja, ik kan hem ook in één... Ik zou een plaatsing nemen via de band. En dat gebeurde ook vaak in de wedstrijd. Dan ging je dit in ene erop trekken. Maar als je dit gewoon met veel effect en op dikte erheen tikt... Dus geel rustig. En jouw bal ook rustig. Tik, effect, veel effect. Kijk, dat moet wel raken natuurlijk. Ja, oké. Ja, okay, maar... Dus veel effect. Dat vind je irritant. Je moet even voelen waar hij moet komen. Onderaan je bal, ga maar onderaan je bal zitten. En een klein tikkie geven. Niet een hard tikkie, maar een klein tikkie. Dit is hard. Zie je, dat is hard. Zie je, dan gaat die lamp. Je ziet dat je nou veel te dik zit. Maar het gaat erom dat je die gele dunne aanspeelt. Die moet blijven liggen. Ja. Dat is het idee. Vooral omdat hij een beetje schuin ligt op iets is, ja, zo ja. Kijk, hij ligt zo schuin op geel. Dus je kan hem heel makkelijk met zij-effect op dikte via de lange bal naar rood rollen laten. Dat is te dun. Kijk, dan raak je hem te dun. Je hoeft niet hard te stoten, maar rollend. 1, 2, 3, tik. Hey, en ook weer, leg hem maar op je vinger, Jan. Leg hem maar op je vinger achter. En dan een heel klein tikje geven. Tik. Moet je kijken, er gebeurt er veel meer. Kijk, dan gebeurt er meer. Mogelijk dat je die dikte niet voelt, hè? Je moet toch wel makkelijk doen, wezen. Ja, het gaat hem om die dikte. Ja, maar, wel, hè? Die ja, maar nee, geel moet in die hoek blijven. Nee, die moet gewoon zachtjes. Hij hoeft niet in de hoek te blijven. Het gaat erom dat je zachtjes, dat je het juiste tempo naar rood hebt. Die dikte, er zit iets te dun. Hij moet even dikker. Maar je wil zachtjes bij rood aankomen, toch? Ja, dat is de kunst, ja. Dat is de kunst. Dus gewoon een bandstootje. Dan leg je weer geplaagd bij rood. Ja. Kijk, en dan die gele blijft wel bij de korte band. Maar je moet hem voelen dat hij erheen rolt. En je schiet hem door nu, hè. Kijk, hij ligt nu in de tracklijn, ligt hij. Kijk, hij ligt in de tracklijn. Kijk, als je in de tracklijn ligt, dan moet je hem een beetje laten dubleren. Een beetje aan deze kant van mij. Hey, Jan, als je in de tracklijn ligt, dan moet je hem een beetje laten lopen, geel. Om hem erheen te krijgen. Ja. Maar als hij in de rollijn ligt, dus dat hij wat schuiner ligt op geel, kan je hem er zachtjes heen tikken. Snap je dat of niet? Ja. Dus ligt hij nou in de rollijn of in de tracklijn? Nee, oké. Nou, we gaan het zien. Nou, het is al meer naar de rollijn toe, zie je? Zie je hoe hard je nog bent? Hij legt bijna weg. Dus ja. Dan moet je bijna trekken. Je echt waar. Dat is godverdomme al... Ja, dat valt niet mee om hem nou heel zachtjes bij rood te krijgen. Kijk, als hij zo ligt, hè. Kijk, als hij zo ligt... Hij op de rol. Kijk, zo ligt hij op de rol. Kijk, zo ligt hij op de een beetje op de trek, maar nog niet, hoor. Kijk, nog niet. Makkelijk. Kijk, hier moet je een beetje zitten en je dikte voelen. Kijk, kort voelen en dan hup. Zachtjes naar rood, zie je? Tik. Bij jou, jij legt ons bijna steeds recht, dan moet je gaan trekken. Ik doe het altijd hier voor, hoor. Zoals altijd. Doe het even voor, maak het even voor doen. Doe het maar voor. Ik doe het even voor, Jan. Kijk, onderaan die bal. Ja, ah, ja, nou helemaal. Nou ligt ik hij echt. Dromen, nou ligt hij met een vallen. Je hebt zacht bij rood, hè? Je hebt een lekker keutje, hoor. Jan. Op je vingertje, hè? Licht handje. Kort tikje, tik. Wat hard. Wat doe je nou, maar de eerste die raakt ben ik. Iedereen. Dat is toch. Ik kan hem wel raken, maar ik wil. Nou, plaatsen. Ja. Bij rood blijven. Ja, liever van mij. Je legt die gewoon, bal recht niet. Je moet hem, ja, als je legt elke keer die bal zo in. En dan moet je natuurlijk wel dit gaan doen. Anders dan lukt het allemaal niet meer. Ah, die kan je ook netjes spelen. Dan rolt hij niet meer. Nee, ik snap wel wat je bedoelt, Arnie. Kijk. Dan moet je iets schuin leggen. Nee, maar als hij zo ligt, kan je nog. Ja, je kan hem nog steeds maken. En je kan hem nog, kijk, je kan hem nog steeds rustig naar de rood spelen. Kijk, op je vinger, kijk,
effect. Kijk, en rustig op de hoogte. Kijk, voelen. Dat bedoel ik. Ja. Zie je? Dat is simpel in het geval. Maak het maar. Kom maar uit dan. Voelen, tik. Voelen, tik. Kijk hoe hard hij al is, hè? Wat hard. Ja, maar ik wat valt niet mee, jongen? Probeer voor zacht bij rood te krijgen. Ja. Dat valt echt niet mee, hoor. Voelen, maar je moet alleen maar aan geel denken. Voelen, geel. Geel. Een tikje op geel, dat is belangrijk. Tik. Ja, kijk, die is even te dun. Die is wel mooi. Maar is iets te dun voor de dikte. Ja, redelijke snelheid. Ja, dat is wel goed. Je voelt dat je heel licht, je keu licht moet maken ook weer. Doe je voeten maar eens bij elkaar, hè. Maak je maar eens klein, hè. Kijken wat er dan weer gebeurt. Dus ga maar heel hoog staan en een heel klein tikje geven. Kort keutje, gewoon voelen. Kort, tik. Kort, tik. En daar gaat hij al. Kijk, makkelijk eigenlijk, hè. En nou een iets kortere keu, want je speelt iets te lange keu, daarom haal je hem al te lang uit. Dan kan ik wel meer vasthouden, dan gaat hij een stuk zachter nog eens. Nou ja, dat scheelt iets. Ja. Maar je hebt hem nu echt op zijn achterkant vast. Maar ja, dat raar. Ja, dat... Nee, maar. Het is toch wel leuk eigenlijk, hè? Ik moet wel lekker, maar dat is. Nee. Nou, dat was een leuke.